Oké. Dan heet ik u allemaal welkom bij de tweede webinar in het kader van het bijscholingstraject voor sportartsen. En ik wil graag de voorzitter van onze vereniging, Rink Rinks, de gelegenheid geven om de huishoudelijke mededelingen te doen. Rink, aan jou het woord. Dankjewel, Martijn. Ik wil ieder hartelijk welkom heten bij dit tweede van drie webinars voor de sportartsen van onderweg van SCAS naar MET. Zijn blij dat u toch weer allemaal weer heeft willen inschrijven. Voor het verder te gaan wil ik alvast een aantal mensen bedanken die zeg maar hebben bijgedragen aan dit webinar. En bijgedragen, ik moet zeggen, een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Om te beginnen de man achter de schermen, Jeroen Bux, die met ijzeren precisie alles in de gaten houdt of de mails op tijd uitgaan en wat al die is meer zijn. Martijn Bewalda, die zeg maar de coördinatie van dit webinar op zich heeft genomen. Bedankt, Martijn. En natuurlijk Asscher Querido, de man die altijd in stilte aanwezig is, maar daar heel veel goede zaken doet. Dank jullie allemaal voor jullie bijdrage. En anders was het nooit wat geworden. Wat ik nu ga doen, ik ga even mijn screen sharen. En dan zien we dat u aanbeland bent op een webinar van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde. Als u dat van plan was, dan bent u goed. Het webinar is getiteld Verdrinking, Oren en Jurisprudentie. U ziet, daar zijn veel gemeenschappelijke dingen daar. Om 10 uur is het afgelopen. Nou, huishoudelijke mededelingen. Vragen kunnen gesteld worden via de knop Q&A. Dat is onderaan uw scherm. En die worden dan gedurende het webinar dan wel later per e-mail beantwoord. Kijkt u goed of er al een vraag gesteld is die hetzelfde is als die van u. En eventueel kunt u, als u daar een beetje handig in bent, de vraag upvoten. Dan komt die boven in de lijst en dan gaan we daar een hogere urgentie aan geven. En de bedoeling is dat die dan ook eerder beantwoord worden. Stel je vragen niet via de chat. Stel inhoudelijke vragen, hè, en dat is met name van niet het verhaal van ik vind dit of ik ben het niet mee eens. Dat zijn geen vragen. Vragen gaan natuurlijk over de inhoud en hoe we daar weer wijzer van worden. Dan hebben we het onderdeel poll. Poll-vragen, dat zijn vragen die zeg maar bedoeld zijn om de aandacht te trekken en bij de les te houden. Het kan zijn dat er af en toe een poll voorbij komt. En hoe werkt dat? Asscher, kan jij daar eens een voorbeeldje van geven? Kijk, hier is het een testpoll. En de vraag is van hoe moeilijk ben je om mee uit eten te nemen? Dat vind ik trouwens een heel interessante vraag. En dan heb je een aantal mogelijkheden. Ik combineer graag meerdere voedselintoleranties. Dus eten is een feest. Wat de boer niet kent, lust hij niet. Pittig hoor, ik heb namelijk een glutenallergie. Ik ben veganist, puur sang, en dan weet je het wel. Geen melkproducten, dus verder prima. Geen vlees, maar de rest gaat prima. Nou, ik eet alles, dus geen zorgen. Hè, maar begint al te rammelen. Nou, een van die mogelijkheden kunt u dan invullen, waarvan u denkt dat dat het beste is. En dan gaat als je kijkt van hoe de antwoorden verdeeld zijn. En aan de hand daarvan kunnen we natuurlijk dan verder de presentatie vormgeven. Dankjewel, Asscher. Geen probleem. Ik zal de resultaten delen. Kijk eens aan, ja. Nou, we hebben toch over het algemeen hebben wij alleseters hier in de club. Dat maakt het wel een stukje makkelijker. Maar voor iedereen is er toch een plaatsje onder de zon bij onze NVD. Op onze zeg maar bestuurlijke vergaderingen hebben we ook ongeveer 6 verschillende dishes voor 6 bestuursleden. Hartstikke goed, dankjewel. Ik ga hem nu closen. De chatfunctie is handig, maar alleen voor support of complimenten, dat mag ook.
De NVD en de VSG hebben twee gaiapunten hiervoor toegekend en ook twee punten in het kader van de accreditatie voor Medical Examiner of Diver. Leden van een wetenschappelijke vereniging die deelnemen aan geaccrediteerd onderwijs van een andere wetenschappelijke vereniging kunnen de hiermee verworven punten aan hun portfolio toevoegen. Dus als het niet van je eigen club is, dan kan het er toch bij onder voorwaarde dat dit niet meer dan 20% van het totale aantal GAIA-punten is. Het programma is als volgt. Nou, we zijn bezig met de introductie en het huishoudelijk reglement. Dan krijgen we Sander de Ru, KNO-arts van het Centraal Militair Hospitaal, over KNO en duiken. Dat is natuurlijk zonder goede trommelvliezen, dan ben je nergens onder water. Leo Blokland, advocaat, heeft het over de juridische aspecten van de duikkeuring. Van als wij een duikkeuring doen, betekent dat ook wat juridisch. Dan hebben we het onderdeel pauze. En dan komt Martijn Buwalda over hypothermie en drowning. Nou, dat zijn allemaal spannende zaken. En aan het eind zullen we nog een rondje Q&A's doen en de afronding. Evaluatie, enquête. In aansluiting op de webinar ontvangt u een enquêteformulier. Dat invullen duurt ongeveer 5 minuten. Deelnemen aan de enquête is voor GAIA verplicht om in aanmerking te komen voor toekenning van de accreditatiepunten. De verzamelde informatie gebruikt de NVD bij het opzetten van toekomstige webinars. Wij proberen er wat van te leren. Dat is elders in het land, is dat wel eens wat anders. Dan worden een heleboel enquêtes gehouden en er wordt vervolgens niks van geleerd, maar wij doen ons best. Na invullen van de enquête krijgt u een toegangscode die u nodig hebt om de toetsvragen te kunnen beantwoorden. Binnen 24 uur na afloop van de webinar worden er 12 toetsvragen naar u gemaild. En u moet 9 of meer van de toetsvragen juist hebben. En u kunt ze zo vaak beantwoorden als u wilt. En de toetsvragen blijven een maand tot uw beschikking. Dat wil nog zeggen dat ook in die tussentijd wordt ook nog het webinar op de website geplaatst. Toekenning van de accreditatiepunten. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen. Je moet in ieder geval 110 minuten hebben deelgenomen aan het webinar. Je moet de enquête hebben ingevuld. En 9 van de 12 toetsvragen moet u juist beantwoord hebben. En mocht u om enige reden een certificaat van deelname nodig hebben, dan kunt u dat naar ons mailen. Dan wordt dat voor u geregeld. Het volgende webinar is op 4 november 2021. En dat is een derde van de 3 webinars die nodig zijn voor de MED-kwalificatie. Een heugelijke mededeling wil ik u nog niet onthouden. En dat is namelijk dat het certificatiesysteem van de SCAS inmiddels live is gegaan op duikartscertificatie.nl. En dat is voor de SCAS-deelnemers die op weg zijn naar de MED. We zullen daar volgende week nog een uitgebreide mailing over doen. Maar u kunt zich daar alvast op voorbereiden. Duikartscertificering.nl. Sorry? Duikartscertificering.nl. U zei certificatie. Helemaal gelijk. Dankjewel, Asje. Maar dat komt allemaal even in het schrijven van volgende week. We zullen ook de zaken een beetje nader uit de doeken doen. Dank voor uw aandacht en deelname. Tot de volgende webinar van de NVD. En we hadden gezien dat was op 4 november. Ik ga nu uit de sharing. En ik denk, wil jij nu nog wat zeggen, Martijn? Of zullen we meteen doorgaan naar Sander? Je bent gemute, Martijn. Nee, ik zal Sander even inleiden. We zijn blij dat Sander de Ru iets wil vertellen over KNO en Orwe. Het is de meest voorkomend duikprobleem, zoals we alle weten. Hij is KNO-arts in het CMH en als zodanig ziet hij vaak duikers die via uit het duikmedisch centrum komen. Dat is zijn link met de duikgeneeskunde. Hij duikt helaas zelf nog niet. Maar wij hopen hem enthousiast te kunnen maken om deze mooie sport ook uit te gaan oefenen. Het woord is aan Sander. Dankjewel, Martijn.
Even de presentatie. Als het goed is, hebben jullie hem nu in beeld. Klopt dat? Ja. Goed, mijn naam is Sander de Ruw. Ik ben inderdaad algemeen KNO-arts in het Centraal Militair Hospitaal. Ik heb een opleiding hier ook in Utrecht gedaan. Dat was in het academisch centrum. En ik zat nog eens even terug te denken over hoe vaak ik duikgeneeskundige problemen daar ben tegengekomen. En ik kwam tot de opvallende ontdekking dat dat schandalig weinig is eigenlijk. En nu gelukkig wat meer dankzij de relatie met het Duikmedisch Centrum, zoals al genoemd. Ik heb geen enkele belangenverstrengeling als marineofficier. Mijn doel is alleen maar om duikers van de marine fit for duty te houden. En ja, dat is eigenlijk een wetenschappelijk interesse, maar geen belangenverstrengeling. KNO is altijd het mooiste vak, zeg ik ook tegen alle co-assistenten als ik in het academisch ziekenhuis ben. Want we zijn eigenlijk altijd nummer één. Of het nou kindergeneeskundegebied is, waar de meest voorkomende operatie voor kinderen buisjes is vanwege middenoorontstekingen. Bij oudjes is het de slechthorendheid die nummer één is. Zelfs voor pathologen de meest voorkomende, of het weefsel dat de meeste verschillende tumoren kan maken, is de parotis. En gelukkig zijn we dus eigenlijk in de duikgeneeskunde ook nummer één. Want zoals al gezegd, KNO is nummer één op de incidentielijst van complicaties door duiken. En ongeveer 75% van alle problematiek ligt op het KNO-gebied. En 2/3 van die problemen zijn dan de oorproblemen. Dus naar het oor gaat de meeste aandacht uit vandaag. Waarom KNO de meeste problemen oplevert, dat heeft uiteraard vooral te maken met de luchthoudendheid van ons gebied. De ademweg natuurlijk, de luchtweg naar de longen moet vrij zijn. Maar ook de oren functioneren toch beter als het middenoor luchthoudend is. En we hebben nog een soort airbag voor de rest van het hoofd voor frontaal trauma. Namelijk het neusbijholtesysteem. En ja, water kan verschillende problemen geven. Dat heeft ten eerste met het water zelf te maken, dat het gehoor beïnvloedt. Richting horen is anders. Het water kan ervoor zorgen dat ook er meer infecties bijvoorbeeld optreden in de uitwendige gehoorgang. En een van de belangrijke dingen van koud water is bijvoorbeeld dat het duizeligheid kan geven. En daarvan zijn we natuurlijk in de KNO altijd al bezig als we evenwichtstesten doen. Dus dan doen we ook een calorisatie en dan worden mensen ook ingespoten met koud en warm water. En dat prikkelt het evenwichtsorgaan. Maar daar kunnen duikers uiteraard ook problemen mee krijgen. Dat zijn dan de problemen vooral door het water zelf. Maar uiteraard speelt de druk daar ook een grote rol in. En dat kan dus eventueel voor barotrauma zorgen. Een kleine basiscursus nog weer eventjes van de anatomie van het oor. De oorschelp, de gehoorgang. De gehoorgang twee delen. Eén deel waar kraakbeen onder zit en één deel waar bot onder zit. Dan krijgen we een trommelvlies. Dan achter het trommelvlies het middenoor met de drie gehoorbeentjes. En uiteraard de verbinding naar de nasofarynx via de buis van Eustachius. En het geluid wordt in principe doorgegeven, dus via trommelvlies, gehoorbeentjes. En dan gaat het naar het labyrinth toe, dus het evenwichtssysteem en het slakkenhuis. En vanaf het slakkenhuis gaat het signaal via de gehoorzenuw naar de hersenen. Dit is het andere oor van dezelfde patiënt. En dan kan je nog van buiten naar binnen ook bedenken dat er een aantal verschillende problemen dus kan meespelen op dat oor. Dat is de temperatuur die meespeelt, zoals al gezegd. Er zijn problemen van de uitwendige gehoorgang met een squeeze die kan optreden of ontstekingen. Je kan een middenoor barotrauma hebben. Je kan een inner ear barotrauma hebben. Er werd soms ook wel gedacht dat je zelfs lawaaischade aan het gehoorsorgaan zou kunnen krijgen. De vraag is natuurlijk een beetje of dat echt door het duiken is of door bijvoorbeeld het materiaal dat wordt meegenomen. En zo zijn er allerlei verschillende
punten van dat hele systeem waar duiken op kan van invloed zijn. Ik zie overigens, er zijn een paar dia's, dat zal later ook nog zo zijn, die in het Engels zijn, maar ik denk dat het voor iedereen wel voor zich zal spreken. En dat komt omdat ik deze dia's gewoon goed gejat heb in plaats van ze zelf heb gemaakt. Als we het dan gaan hebben over van buiten naar binnen, dan beginnen we met de problemen in de uitwendige gehoorgang. En dat gaat onder andere over een otitis externa. Vroeger werd er onderscheid gemaakt tussen een natte otitis externa en een droge otitis externa. Waarbij de natte otitis externa eigenlijk meer een bacterieel probleem is. En de droge otitis externa vaak meer een beetje eczemateus. Daarnaast barotitis van de externe gehoorgang. En een ander groot probleem wat je zou kunnen zien in de gehoorgang zijn de exostose. En exostose in de gehoorgang, komen straks nog wat plaatjes voor, dat heet dan divers ears. En als ik een praatje hou voor surfers, is het surfers ears en voor de zwemvereniging swimmers ears, maar in dit geval dus divers ears. Nu heb ik even een lege dia. Als we dan in de gehoorgang kijken, dan is het goed om te weten dat in principe cerumen vooral gevormd wordt in het buitenste gedeelte van de gehoorgang. Dus normaal gesproken zou dat eigenlijk heel goed naar buiten toe moeten worden afgevoerd. Helaas is het zo dat soms dat niet zo goed lukt, vooral als de opening van de gehoorgang wat te nauw is. En sommige mensen hebben ook de neiging om van alles in hun oren te stoppen. En dus eigenlijk dat cerumen verder naar binnen te duwen. Die uitwendige gehoorgang overigens, die kan erg verschillend zijn in grootte. En er zit ook vaak een kromming in. En dat is natuurlijk ter voorkoming van rechtstreeks inkomend trauma. Dat kan zowel in het horizontale als in het verticale vlak wat zijn. En soms is het dus wat lastiger om goed het trommelvlies te kunnen zien. In principe is de buitenkant van de trommelvlies bestaat uit huid. En dat huid wordt via de gehoorgang langzaamaan naar buiten gewerkt. In principe een millimeter per dag wordt ongeveer gezegd. En je kunt je voorstellen dat 1 millimeter per dag snel teniet wordt gedaan door een wattenstokje dat het 5 millimeter of meer naar binnen duwt. De artsen van het Duik Medisch Centrum die komen de afgelopen jaren geregeld bij ons ook eventjes meekijken. En ik vind het heel goed, omdat ik denk dat het goed beoordelen van oren eigenlijk erg lastig blijft. En ik denk dat het, als ik voor mezelf zou moeten zeggen, ik het al lastig zou vinden om met een handotoscoop goed het trommelvlies te beoordelen. En dan gaat het niet zozeer over de gevallen waarin het trommelvlies heel mooi is, maar dat gaat er ook vooral over, als er wel een probleem is, wat is dat probleem dan? En dat is vaak toch wel lastiger te zien met een handotoscoopje. En het wordt vaak makkelijker om de handotoscopische beelden te zien als je toch gewend bent om door de microscoop te kijken en te weten hoe een mooi trommelvlies eruit ziet. En als je dat vaak genoeg gezien hebt en een aantal dingen in acht neemt waar je steeds als eerste naar zou moeten kijken, dan wordt het toch makkelijker om dat trommelvlies goed te beoordelen. Het is altijd lastig nu omdat je de zaal niet kan zien, want vaak zou ik normaal gesproken dan vragen, heeft iemand een idee naar welk oor we zitten te kijken? En ik zal dat nu maar zeggen. Dit is het rechte oor waar je naar kijkt. En waar ik eigenlijk altijd van zeg van, kijk, probeer dat nou als eerste te zien, is om te kijken of je een goede lichtreflect ziet. Dus als je een mooi parelmoergrijzig trommelvlies ziet met een mooie lichtreflex, dan is dat meestal een heel goed teken dat het een gezond oor is. En een gezond oor heeft eigenlijk nauwelijks vaattekening. Behalve over de hamersteel zouden wat vaattekening kunnen zijn. Maar voor de rest moet je daar eigenlijk niet al te veel van zien.
En dan zijn er, als je eerst naar het onderste gedeelte hebt gekeken van de trommelvlies, is het wel altijd nog heel belangrijk om ook eventjes naar de bovenkant. Een van de belangrijkste problemen die in het oor kan spelen. Als je gaat kijken naar een uitwendig oor, en dan kom ik weer terug om te beginnen bij die natte otitis externa, dan zie je vaak dat er toch wel echt wat troep uit het oor kan komen. En dat kan zoveel zijn als je hier ziet, maar soms zit het ook gewoon een beetje in de gehoorgang. Dat kan bloederig zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Het kan natuurlijk ook gewoon pussig zijn. En het andere probleem wat zich vaak voordoet, is dat de gehoorgang erg nauw wordt en het daardoor erg lastig is om het trommelvlies goed te kunnen beoordelen. En verder is een otitis externa vaak erg pijnlijk. En de boel omheen, de huid eromheen kan ook erg rood zijn. En we hebben natuurlijk, iedereen heeft gehoord dat je bij mastoiditis roodheid achter het oor kan krijgen. Maar zelfs met een otitis externa kan je wat roodheid krijgen of een wat afstaande oorschelp. En als je in de gehoorgang kijkt, dan kan je dus ook daar soms de troep zien. En dat is belangrijk om dat weg te halen. Maar dat kan dus in hoeveelheid erg verschillen. Soms loopt het er echt uit en soms is het net een beetje een klein laagje over de huid. De behandeling van een natte otitis externa. En ik kreeg in mijn opleidingstijd altijd te horen, er zijn drie manieren om een otitis externa beter te krijgen. En dat is schoonmaken, schoonmaken en schoonmaken. Dus het belangrijkste is om die troep eruit te halen. Want anders, dan komen die druppels ook niet goed aan. Die liggen dan in een plas met pus en dan werkt het wat minder. Verder zou je er uiteraard antibiotische druppels voor kunnen schrijven. Helaas is het probleem de afgelopen jaren dat niet alle druppels even goed leverbaar zijn. Op dit moment is denk ik wat wij het meest voorschrijven is Sofradex. Maar je zou ook kunnen zeggen dat vanwege de soort bacteriën die erin zitten, dat Trafloxal een voorkeur zou hebben. Maar 10 jaar geleden had ik hier waarschijnlijk Otosporin staan. Dus het wisselt heel erg. En ik denk dat het in veel gevallen, zeker in Nederland, waar de meeste bacteriën gelukkig toch nog wel vatbaar zijn, of niet resistent zijn tegen de antibiotica, het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Want een paar van die druppels erin is zo'n hoge dosering dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat er nou precies in komt. Wel is het altijd van belang dat er vaak in die druppels ook iets van steroïden zitten. En ik zou dus ook een voorkeur hebben om dan, als je zure druppels voorschrijft, wat ook natuurlijk wel vaak in eerste instantie staat, dan om dat ook wel met hydrocortison te geven. Ter voorkoming van de otitis externa is het, nogmaals gezegd, belangrijk geen wattenstokjes te gebruiken, want dan duw je eigenlijk altijd alleen maar de troep er verder in. Wel is het altijd lastig dat het oor, zeker als het nat is, een hele goede broeikas is voor veel bacteriën of schimmels. Ook omdat de grote bloedvaten naar de hersenen toe lopen, ook door het oor. Dus het is altijd lekker warm, er zitten huidschilfers in. En als de gehoorgang dan wat nauwer is, dan kan dat makkelijk gaan ontsteken. En ik denk dat als je als duiker makkelijk veel water in je oor hebt, dan zou ik het toch proberen uit te schudden en eventueel wat droogfeunen, maar niet de wattenstokjes gaan gebruiken. Het andere is de droge otitis externa. En ja, eigenlijk is het de vraag natuurlijk of dit een otitis externa is, of dat het in die zin als de natte otitis externa. Ik denk dat dit veel meer een wat eczemateus beeld is. En dat zie je eigenlijk vooral bij mensen met een hele nauwe ingang van de meatus externis. Ik denk dat de eerste keus hier is ook zure oordruppels met hydrocortison weer. Eventueel zou je ook bijvoorbeeld wat druppels als topicort kunnen gebruiken. En dat is een erg goede onderhouds,
methode. En dan zou je kunnen aanraden bijvoorbeeld dat iemand na het duiken eventjes de oren droogfeunt en dan ook dit soort druppels weer gebruikt. Het andere, en daar ben ik wel vrij makkelijk mee met het aanbieden daarvan, is de meatoplastiek. Omdat, er wordt altijd gezegd, in de geneeskunde bestaat geen 100%. En ik zal niet zeggen dat je bij 100% van de mensen in rapportcijfers een 10 haalt. Maar eigenlijk is het wel bij 100% van de mensen dat ze er 1 of 2 rapportcijfers op vooruit gaan na zo'n meatoplastiek. Het is een vrij simpele operatie. Minder dan een half uurtje zijn we klaar. Daarna wordt er nog een tampon ingelegd gedurende een week. En na een week halen we de tampon en de hechtingen eruit. En dan is die gehoorgang net wat wijder. En dat scheelt dus enorm in die droge otitis externa. Dan barotitis externa, waarvan de oorzaak is het afsluiten van de meatus. Dan wel door een prop cerumen of dan wel door een te strak zittend duikpak. Het is belangrijk dus ook om geen oordopjes te gaan dragen als je duikt en om cerumen goed te verwijderen. En de behandeling is natuurlijk vaak een beetje afhankelijk van de klachten. Als het gaat ontsteken zou je natuurlijk ook weer druppels kunnen geven. En voor als het pijnlijk is, wat een oorontsteking toch wel vaak is, goede pijnstilling. Dat geldt ook voor een otitis externa. Is vaak ook extreem pijnlijk, omdat het oor is het orgaan met de meest verschillende zenuwen die het van sensibele innervatie voorzien. En dit is dan hoe het in zijn werk zou gaan. En, schematisch gezien, dit is het middenoor met de keten, dit is het trommelvlies. Het oor is te veel afgesloten en dan ontstaat er een squeeze, waarbij eigenlijk het bloed de gehoorgang in wordt getrokken. En zo zou dat er uit kunnen zien als er een patiënt op het spreekuur komt. Dan zou de volgende vraag zijn, wat is dit? En ik denk dat iedereen het antwoord wel weet. Dit zijn de exostosen. En dat kan in verschillende gradaties voorkomen. Over het algemeen, ter korte samenvatting, problemen in de meatus acousticus externus zijn in principe contra-indicaties voor duiken. Als je trommelvlies niet goed in beeld kan krijgen en dus niet weet hoe de echte situatie van het oor is. Maar het voordeel is dat het eigenlijk heel makkelijk te verhelpen is in het algemeen. En dan zou nu, denk ik, de eerste polvraag erin mogen komen. Nou, deze zou eigenlijk veranderd worden. Dit zou de tweede polvraag worden. Kan de tweede polvraag nu ook in beeld komen? Nee. Dus ken ik een... Oh, sorry. Nou maak ik een fout. Even kijken. Deze. Ja, dat is inderdaad de eerste polvraag voor de oplettende kijkers. Misschien dat je ondertussen al een vraag kan beantwoorden. Ja. Hoe maak je het... Jetta Bruin vraagt... Hoe maak je het oor schoon? Bij natte otitis externa, wat de stokjes mag niet. Nee, dat is natuurlijk altijd lastiger. En vaak ben je dan al bijna aan de KNO overgeleverd. Hè. Wat wij kunnen doen makkelijk is het schoonzuigen. Met een microscoop heb je het goed in beeld en hebben we de zuigapparatuur staan. En ik weet dat bijvoorbeeld de dokters van het Duik Medisch Centrum nu ook op de ziekenboeg in Den Helder ook wat makkelijker zelf die afzuiging gebruiken, toch om het wat schoon te maken. Maar dat kan inderdaad erg lastig zijn als je daar niet de spullen voor hebt. Top, we zitten op 93%. Ik zal de poll sluiten.
de resultaten delen. Ja, ik zie dat gelukkig de meerderheid het door mij beoogde antwoord ook heeft ingevuld. Inderdaad, die droge otitis externa is eigenlijk niet echt een otitis externa wat mij betreft, maar meer eczeem. En ik denk dat een meatoplastiek daar erg in kan verbeteren om dat te behelpen. Het tegenovergestelde, en dan ga ik misschien wat tegen allerlei huisartsenrichtlijnen in, waar misschien nog in staat dat je een natte otitis externa, dat je otitis externa met zure druppels zou moeten behandelen. Ik denk dat die richtlijn het onderscheid misschien toch niet duidelijk maakt. En ik denk dat in praktijk een echt natte otitis externa zeer slecht zal reageren op alleen maar zure druppels. Dus ik denk liever een antibiotische druppel bij een echt natte otitis externa. Ik weet niet of daar nog vragen over komen of dat ik doorga en dat de vragen, als die er zijn, later komen. Ik zie nu nog niks in de Q&A staan. Goed zo. Dan, ga maar door, Sander. Ga ik door? Ja. Ik krijg nu mijn volgende dia niet in beeld. Oh. Heeft dat dan om... dat er net een pollvraag is ingesteld? Of? Nee, dat staat er los van. Heeft het zin om alvast dan de volgende poll erin te gooien? Of... Ik zal even kijken of ik nu... Ja, ik zie al wat. Ja. Zo, ik zie wat komen. Nou, nog eventjes wat beelden dan van trommelvliezen. We beginnen met die bovenste. Die staat wat boller voor de wishful thinking in ieder geval. En je ziet in ieder geval een duidelijk verhoogde vaattekening. Dus dat is niet een mooi trommelvliesbeeld. En dit is die bulging, dat past echt bij een otitis media. Onder de otitis media zien we nog een voorbeeld van exostose. Zo kan het dus ook zijn. Maar het kan heel goed zijn dat je dit ziet op een keuring, maar dat patiënten daar helemaal geen last van hebben. En ik denk, zolang mensen er geen last van hebben, je er eigenlijk ook nog niks aan hoeft te doen. Het gehoor bijvoorbeeld, dat is nog steeds goed, ook zelfs bij zoveel exostose. Dus ik zou hier alleen wat aan doen als mensen echt last hebben van ophoping van troep daarachter, wat niet meer makkelijk eruit wil komen. Ik noemde het zo net al eventjes. In deze regio kan zich een cholesteatoom voordoen. Het is vaak een ophoping van heel veel witte huidschilfertjes. Echt belangrijk om dat gebied ook goed te bekijken. Dus niet alleen maar te focussen op die lichtreflex, maar ook dat bovenste gebied. Zeker bij recidiverende infecties. Om dat goed te zien. Want het probleem is soms dat mensen voor de derde keer een antibiotische druppel krijgen en dan loopt het oor nog steeds. En dan, ja, ik denk eigenlijk dat, ik bedoel, uitzonderingen zijn er altijd, maar in principe, iedere natte otitis in Nederland moet gewoon reageren op een antibiotische druppel. En als hij dat niet doet, dan zou je nog een keer, een tweede keer, een andere druppel kunnen geven en misschien een kweekje kunnen nemen. Maar eigenlijk... moet je gewoon je differentiaaldiagnose aanpassen als de therapie niet werkt. En dan is cholesteatoom eigenlijk de belangrijkste. Nou, bij een barotrauma zou je kunnen zien dat er allerlei bloed zit achter het trommelvlies. Komen daar zo ook nog wel iets op terug. En het onderste, maar dat is, dat zal je niet heel snel zien. Maar het mooie hier wel van dit plaatje vind ik dat je ziet dat het een prachtig trommelvlies is voor het grootste gedeelte. Alleen hier zit wel een tumortje onder en dat is dan een glomustumor. Maar het is dus wel goed om te kijken van hoe mooi is dat trommelvlies. Hè? Eigenlijk zorgt dit niet voor ontsteking of wat dan ook. Oh, ik denk dat ik de polvraag, maar goed, die hadden we al gehad. Dus dan gaan we door naar dit gedeelte. En dat is denk ik het belangrijkste natuurlijk. Hoe goed kan iemand klaren? Die klaringsfunctie van het oor is denk ik het allerbelangrijkste waar het voor de KNO om gaat. Klaren van de oren, dat, ja, sommige mensen, of tenminste veel mensen, die merken dat al als ze slikken of als ze gapen, dat die buis van Eustachius open gaat. Die buis van Eustachius is normaal gesproken dicht, maar op dat moment kan die open gaan. En er zijn allerlei trucjes om daarmee te helpen. Sommige mensen die kunnen het uit zichzelf al openmaken.
En er is een heel legio aan mensen die in het verleden hun naam hebben gegeven aan allerlei techniekjes om het klaren beter te laten gaan. Waarvan, denk ik, de belangrijkste, in ieder geval in de KNO de meest genoemde altijd, is de Fasalva-manoeuvre, waarbij dus inderdaad die neus wordt dichtgeknepen, wat je op het vorige plaatje zag, en dan de wangen wat opblazen. En veel mensen voelen dan gewoon makkelijk die buisvenstaagjes opengaan. Er zijn allerlei variaties op een thema met meer de kaak naar voren halen of proberen het gapen en het blazen te combineren. En veel mensen die daar hun eigen naam aan hebben gekoppeld, Toynbee, Frenzel, Edmonds, allemaal variaties op een thema. Ik denk dat het belangrijkste van het klaren is om het niet te hard te doen. Je mag het wel geregeld proberen, maar wel altijd zachtjes, omdat je anders toch wel de kans loopt op extra traumata. De volgende is ook een beetje in het Engels wat te doen als je oorpijn krijgt tijdens de duik. In ieder geval niet dieper naar beneden gaan. Eigenlijk een stukje omhoog komen. Je kan al die klaringstechnieken proberen. Maar ik denk dat het belangrijkste is toch eigenlijk dat je op een gegeven moment moet stoppen met duiken. Als je pijn krijgt, want pijn is niet een goed teken. En als een hond pijn heeft aan zijn poot, gaat hij op 3 poten verder en gaat hij hinken, gaat hij de poot niet meer gebruiken. En ik denk dat als je oorpijn krijgt, is dat echt een slecht teken voor duikers. En moet je gewoon beseffen dat het niet meer gaat. Want je kan dan toch een barotrauma oplopen van het middenoor. En daar zijn verschillende gradaties van. En die gradaties zijn beschreven door meneer Tiet. En een Amerikaanse marinedokter ook. Dus ik hou graag die naam aan, omdat hij het als eerste heeft beschreven. Naar ik me heb laten vertellen bij onderzeebootpersoneel. Ook op die Tiet zijn vele variaties gemaakt door allerlei mensen. McPhee en Edmonds ook weer, maar toch de voorkeur van mij om het TEET te noemen. Al zal dat wel een variatie op een thema zijn. Bij het eerste TEET-0 heb je eigenlijk, heeft iemand dus wel symptomen gehad, maar zie je er eigenlijk niks van terug in het trommelvlies. Dan volgende stadium is, dan is er wel wat diffuse roodheid. Trommelvlies is mogelijk wel wat ingetrokken. Die diffuse roodheid is vooral iets meer om de hamerstil ook. Dan wordt de bloederij langzaam toch wat meer in de trommelvlies. En soms kan er echt een grote bloeduitstorting in het trommelvlies zijn. Nog een stapje verder, dan is het niet alleen maar meer in het trommelvlies, maar zit het bloed eigenlijk ook achter het trommelvlies. Dus dan heb je een middenoor dat vol met bloed staat. En nog een stap verder kan je gewoon echt een scheur krijgen in je trommelvlies. En dit plaatje overigens is de scheur. Dit is het linkeroor voor de oplettende kijkers. En je ziet eigenlijk door de perforatie heen kan je mooi het stapes incus gewricht zien en het peesje van de musculus stapedius. Dus het spiertje dat bij veel druk de stapes wat strakker trekt, de keten wat strakker trekt. Nou, dan de behandeling. Ook weer een mooi Amerikaans lijstje, omdat ze vaak die mooie simpele dingetjes, simpele bruggetjes kunnen bouwen. Wat je moet doen, in ieder geval eerst de diagnose goed stellen. Welke gradering van die TEET is het dan? Zijn er redenen voor waarom het op dit moment niet ging? Bovenste luchtweginfectie bijvoorbeeld, of zijn de klaringstechnieken niet goed? Je zou iemand toch eventjes kunnen behandelen, proberen met afslinken voor zover dat misschien zou kunnen helpen. Eventueel doorsturen dus naar de KNO. Ik denk zeker bij gehoorproblematiek, evenwichtsklachten, verdient het zeker verder onderzoek. En voor de meeste, of tenminste voor de slechtste gradaties geldt dat je zeker moet wachten tot het weer geheeld is. De
lichtste gradaties. Ja, als klaren lukt, dan is er denk ik niet heel veel tegen om te duiken. Graad 3, en ik heb dit ook weer wat overgenomen van andere mensen. En ik denk dat er wel veel discussie over kan zijn. Hè? Hoe evidence-based is dit, die 48 uur? Het zal voor een groot gedeelte toch ook wel authority-based zijn. Maar het advies is in ieder geval om 48 uur af te wachten. En dan goed te kijken of het klaren weer lukt. Als je middenoor vol met bloed staat, is het denk ik een contra-indicatie sowieso om te duiken. En dat geldt uiteraard ook voor graad 5. En als het bloed heel lang blijft staan, dan zou je nog een paracentese kunnen verrichten. Maar een goed werkend middenoor zou het probleem eigenlijk uit zichzelf moeten oplossen. Voor een perforatie, als die zo traumatisch ontstaat, dan denk ik dat hij in de meeste gevallen toch wel grote kans heeft ook op spontaan herstel. Maar als hij niet spontaan herstelt, dan valt natuurlijk altijd nog een meningoplastiek te overwegen. Maar wij doen eigenlijk hier nooit een meningoplastiek of zoiets in de acute fase. Geef het eerst eigen herstelmogelijkheid. Duizeligheid en doofheid is denk ik sowieso een reden om door te verwijzen. Polvraag 2. Ik weet niet of we die erin kunnen krijgen. Wordt aan gewerkt, denk ik. Welke naam hoort niet in het rijtje thuis? Het gaat een stuk sneller. We zitten op 78%. 80. 90. 91. Oké, laten we maar sluiten. Oké. Ja, ik denk dat het inderdaad... gelukkig is de boodschap goed overgekomen, zo te zien. Meneer Tiet was inderdaad degene die in eerste instantie de diagnostiek op een rijtje heeft geprobeerd te zetten in, of te graderen hoe ernstig een middenoorbarotrauma is. En de anderen zijn vooral mensen die hun naam hebben gegeven aan allerlei klaringstechnieken. Waarbij je natuurlijk wel kan zeggen dat Edmonds misschien net als Tiet ook die klassificatie heeft geprobeerd te veranderen. Maar ik had hem bij mijn vorige dia's in het rijtje klaringsmethode staan. Dus vandaar het onderscheid. Ja, als een duiker dan, want naast de gehoorsproblematiek en de barotrauma kun je natuurlijk ook duizelig worden. Vervelend, want de presentatie gaat hier anders. Misschien even met je muis op de presentatie klikken. Yes. Wat een goed idee, dankjewel. Ja, het eerste natuurlijk wat kan gebeuren, waar ik het net al over had in het begin. Hè, we doen de calorisatie ook op de polykliniek. Hè. Een duiker die meteen in koud water duikt, kan echt problemen krijgen van duizeligheid, omdat zijn evenwichtsorganen nog niet aan die temperatuur gewend zijn. En zeker ook als er een grote prop oorsmeer aan de ene kant zit en de andere kant wel meteen volloopt met koud water, dan is calorische stimulatie een groot probleem als je er net in zit. Het andere, de alternobaric vertigo, is natuurlijk ook vooral als de middenoren in verschillende mate klaren, dan ontstaat er een druk die verschillend is over de beide oren. En dan kan dus ook een duizeligheid optreden. Omdat in het hele evenwichtssysteem gaat het altijd over zo'n gelijkmatig mogelijke input van alle systemen die op het evenwicht van invloed zijn. En als dat dus verschillend is, dan merken de hersenen een mismatch en dan kan je daar dus duizelig van worden. En het andere is bij naar beneden gaan toch een barotrauma van het binnenoor.
En dat kan dus gepaard gaan met een vensterruptuur. En het idee is dan dus inderdaad dat als iemand niet kan klaren en de druk in het middenoor te vervelend wordt, mensen te hard gaan klaren. En dan zou je... Sander, nog 5 minuten. Nog 5 minuten. Ja, ik ga er snel doorheen. We hebben het belangrijkste ook al gehad. Dus. Door dan een te harde Valsalva uit te voeren, dan wordt de druk intracranieel te hoog en dan zou je een vensterruptuur kunnen krijgen. Schematisch ziet dat er dan zo uit. Nou, ik denk dat iedereen het principe begrijpt. Mijn pointer wil ik niet doen. Hè? Dus vanuit de intracraniële ruimte is er een verbinding met het binnenoor. De druk wordt te hoog en het venster gaat hier kapot. En dan word je dus duizelig en je krijgt zeker ook gehoorverlies waarschijnlijk en tinnitus. Andere gewoon toch wel veel voorkomende problemen van duizeligheid. Zeeziekte kan. Ik zei net al, sensorische deprivatie onder water, hè, waar je normaal input krijgt van je spieren, je gewrichten, dat soort dingen. En je ogen, het beeld is anders, je gewrichten werken anders. Sensorische deprivatie kan dus ook. Medicatie, mensen die op sommige tropische plekken gaan duiken en lariam gebruiken, dat zou de boel kunnen versterken. En vooral, maar dan hebben we het denk ik over een andere categorie duikers. De echt diepe duikers, die kunnen van het onderste rijtje de problemen ondervinden. Verschil tussen, denk ik, inner ear barotrauma en decompressieziekte. Barotrauma vooral met het naar beneden gaan en de problemen met klaren. Pijn van het oor waarschijnlijk, zowel gehoorverlies als zuizen ook. Terwijl bij de inner ear decompression is het vaak mensen die echt lang en diep gedoken hebben, eventueel met andere gasmengsels, met helium erbij. En is het vaak met het naar boven komen of het aan land zijn. Wat je zou kunnen doen, in beide gevallen staat orale steroïden. En voor de tegenstrijdigheid, hier staat de recompressie en hier staat dat als contra-indicated. En we hebben daar een tijdje geleden een studie naar gedaan en ik vraag me af of dit wel echt contra-indicated zou moeten zijn. Want als iemand een echte gehoorverlies heeft, zou je nu misschien toch maar in die tank moeten stoppen. Want dit is belangrijker en dit doet het toch misschien ook wel goed voor dat gehoorverlies. En eventueel kan je in tweede instantie nog proberen om dat venster te opereren, als dat nodig zou moeten zijn. Ja, en dan ook weer de aanbeveling van wat wel en wat niet mag. Ik vraag me af of je echt door zou moeten gaan met duiken als je dat een keer gehad hebt. Zeker ook vanwege de vaak onderliggende problematiek van rechts, links, shunts en dat soort dingen. Maar goed, volgens deze dia zou het outcome-based moeten zijn. Otologische contra-indicaties. Wat mij betreft in ieder geval stapelchirurgie, omdat dan de druk toch te veel direct op de cochlea kan komen. En mensen met een radicaal holte, in het Engels heet het dan een cannonball down, waarbij de calorische stimulatie toch in te heftige mate kan optreden, lijken mij contra-indicaties. Ook al zijn daar ook weer andere standpunten over te vinden als je ver genoeg de literatuur induikt. Het tweede belangrijkste gedeelte voor de KNO zijn dan, komt toch nog heel even kort aan bod, het neus-bijholte systeem. Dat kan geobstrueerd zijn door een septumdeviatie, maar dat is meestal niet zo scheef dat je de bijholte blokkeert. Maar het gaat dan vooral om rhinosinusitis en polypen en allergie. Want die blokkeren wel geregeld het ostium. En wat er dan kan gebeuren bij zo'n squeeze van de sinus is dat in eerste instantie er een relatieve onderdruk is. Het ostium, wat vaak heel smal is, wordt dichtgezogen. De sinus staat vol met bloed. Het is pijnlijk, maar als mensen dan naar boven gaan en door de weer uitzettende druk de boel open gaat, dan krijg je wel bloed die uit je neus loopt of in je masker of bij snuiten. Sander, met de sinus wil ik eigenlijk vragen of je je lezing kan afsluiten. Want we hebben nog andere lezingen en nog een paar vragen. Oké. Ja, de man met de klok is heel strikt in deze. Ik probeer één vraag nog even snel weer te laten beantwoorden. Want dat is een hele praktische vraag. Stel je voor, je hebt iemand met een exocystose. En de trombovlies is absoluut niet aan vuur te krijgen.
maar die patiënten verder, of die duiker verder geen klachten, kan die gewoon duiken, is de vraag. Ja, ik denk het wel dat hij gewoon kan duiken. Er zal waarschijnlijk ook vaak iemand zijn die al heel veel gedoken heeft en zichzelf al goed kent in het water. Dus ik zou dat in dat geval, ook al zie je de trommelvlies niet heel goed, zou ik denken dat het wel zou kunnen. Maar ik geef mijn mening ook graag voor een andere als er mensen zijn in het panel met daar andere meningen over. En er wordt nog opgemerkt hier dat bij iemand met een barotrauma ook decompressieziekte kan hebben. En zou je die dan niet toch moeten in de tank moeten stoppen? Ja, ik denk dat het antwoord ja is. Maar... Sorry als ik niet duidelijk was, maar dat is eigenlijk wat ik al zei. Ik denk dat als iemand dat soort klachten heeft, zou ik zeggen beide gevallen de tank in en dan maar zien waar het schip staat. Want ik denk dat je met de tank toch niet zoveel meer kwaad kan doen dan je goed kan doen voor het geval die ook decompressieziekte heeft. Dankjewel Sander voor je lezing. Ik denk dat je de meest voorkomende problemen als eerste hebt behandeld. Dus dat komt goed uit. En wie weet kom je nog een keer terug om de rest van je dia's te behandelen. Ik zou willen vragen om je share screen uit te zetten. En dan gaan we naar Leo Blokland. Leo Blokland is advocaat, duikinstructeur, technisch duiker, verbonden aan DEN en aan de NOB. En heeft zich in het verleden al bezig gehouden met de juridische achtergronden van duikkeuringen, CQ duikmedisch advies. En ik denk dat dit een heel leuk onderwerp is waar we allemaal helemaal niets van af weten en waar heel veel fabeltjes rondgaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe het precies zit. Leo, aan jou het woord. Dankjewel Martijn. Ik ga eerst even kijken of ik de share screen heb ik ook in de gaten. Leuk dat jullie mij uitgenodigd hebben. Ik ben wat dat betreft in jullie wereld de vreemde eend in de bijt. Voor wat betreft de medische kant. Alhoewel ik niet helemaal onbevooroordeeld ben op dat gebied. Zoals je al zei, ik ben advocaat. Ik ben niet altijd advocaat geweest. Ik heb heel veel leiding gegeven aan grote gezondheidszorgorganisaties. Maar in de functie van advocaat adviseer ik de NOB. DEN ben ik legal coordinator van. En er zijn verschillende mensen die bij mij komen uit de duikwereld. En die dan vragen, hoe zit dat eigenlijk? En een van die hoe zit dat eigenlijk vragen is dan, moet ik gekeurd worden? Ja of nee? En dan moeten we diep in de wetgeving gaan kijken, want de wetgever is daar bepaald niet duidelijk over. De wetgever is trouwens helemaal niet duidelijk, of helemaal niet, maar ook niet duidelijk, over dat verschil tussen arbeid en het recreatief duiken. En het lijkt er een beetje op, maar dat ga ik zo uitleggen, dat recreatief duiken als een soort ondergeschoven kind is beoordeeld, dat de wetgever daar gewoon niet naar gekeken heeft toen ze de arbeidsomstandighedenwetgeving opstelde. Leo, klopt het dat we jouw presentatie nog niet zien? Dat klopt, want ik ga nu naar de share screen. Er waren al mensen die zich daar zorgen over maken. Nee, prima. Wij wachten met spanning af. Ja. En dan gaan we hier naar de eerste. Martijn heeft al verteld wie en wat ik ben en dat er geen potentiële belangenverstrengeling is, niet anders dan mijn werkzaamheden voor DEN en een zijstap. Ik doe veel aan conflictbemiddeling. Wat dat betreft kan ik gewoon zeggen van nou, er zijn geen bijzondere verbintenissen. Laat ik beginnen met te stellen dat voor gewoon sportduiken geen wettelijke regels van toepassing zijn. Er bestaat geen wet, niet, en dat is bijvoorbeeld anders als we gaan vliegen. Daar bestaat wel een uitgebreide regelgeving over waaraan je moet voldoen als je gaat vliegen. Maar als wij zelf gaan duiken en we schaffen ons alle duikbenodigdheden aan en we plonsen op een zondagmiddag lekker in de Vinkeveenseplas, dan zal niemand ons daarvan kunnen tegenhouden. Dat is natuurlijk niet wijs als je niet opgeleid bent.
Dus het is altijd wel handig om van tevoren, en dat zullen de meeste mensen dan ook doen, een PEDI-cursus, een NOB-cursus of zoiets dergelijks te volgen. En in die opleidingen en richtlijnen van PEDI, SSI, NOB, etc., daar vinden we de aanwijzingen waaraan je moet voldoen om op een veilige manier te kunnen duiken. Daar vinden we ook de aanwijzingen van of iemand gekeurd moet zijn. Of we dat wijs vinden, ja dan nee, binnen die organisaties. Heel veel van die opleidingen, van die richtlijnen en opleidingsvoorschrift, die zijn vrijwel met elkaar vergelijkbaar. Als we naar de NOB-regels kijken en we kijken naar de PEDI-regels, dan zien we daar wel verschillen in de uitwerking, in de wijze waarop lesgegeven wordt, et cetera. En daar valt natuurlijk van alles en nog wat over te zeggen. Maar de basis van de veiligheid en het denken daarover vinden we toch in heel de wereld bijna hetzelfde. Die opleidingseisen en richtlijnen en dergelijke zijn op een gegeven moment opgenomen in Europese normen. We kennen een aantal van die normen. We kennen normen voor aanbieders, waaraan ook... Daar verstaan we dan duikscholen en dergelijke onder. En dat zijn veiligheidsregels, minimum vereisten voor training, voor verhuur, voor het begeleiden van een duik, voor het organiseren van activiteiten en dergelijke. Dat is de basisnorm die daarvoor is omschreven. En er zijn basisnormen en uitgewerkt voor het opleiden van instructeurs, dive masters, etc. Ook al zijn er geen wettelijke regels voor het recreatieve duiken, dan zijn wel uitgebreide regels als er sprake is van arbeid. En daar kom ik straks nog even op terug, maar het probleem is dat arbeid in de wet niet is omschreven. We moeten dus aannemen dat iemand die werkzaamheden gaat verrichten, en dan kunnen we ons er alles wat bij voorstellen. Dat zijn mensen die laswerkzaamheden onder water verrichten, mensen die in de offshore toestellen monteren onder water. Daar kun je van alles en nog wat bij voorstellen. Daarvoor is de Arbo-wet in het leven. Geeft de Arbo-wet duidelijke aanwijzingen. En die Arbo-wet bestaat in feite uit twee onderdelen. We hebben eerst de Algemene Wet. Die Algemene Wet die zegt dat elke werkgever moet zorgen voor zo veilig mogelijke omstandigheden. En hoe zorg je daar nou voor? Nou, dat is bijvoorbeeld dat je als werkorganisatie aangesloten moet zijn bij een Arbo-dienst. Dat daar een bedrijfsarts aan verbonden is. Dat hangt ook een beetje af van de grootte van de organisatie, maar over het algemeen dat we een preventiemedewerker kunnen aanstellen. Dat er bedrijfshulpverlening ingericht moet zijn. Dat ik mijn werknemers zo goed mogelijk moet voorlichten. Nou, dat zijn allerlei algemene regels waarin iedereen die als werkgever en iedere organisatie die als werkgever optreedt, aan gebonden is. Dan kent men ook de zogenaamde risico-inventarisatie. Dat is ook een beleidsstuk waar de werkgever gezegd wordt, je moet nadenken over wat voor risico's worden nou in mijn bedrijf gelopen. En kan ik daar iets mee? Kan ik die risico's verminderen? Daaronder, onder die Arbo-wet, zit het Arbo-besluit. En het Arbo-besluit, dat heeft extra regels opgesteld, of daarin zijn extra regels te vinden voor die werkzaamheden waarvan de wetgever gevonden heeft dat hij extra risico's met zich meebrengt. Nou, daar kun je wat bij voorstellen. Bijvoorbeeld het omgaan met gevaarlijke stoffen. Dat heeft een heel uitgebreid regelgevend inhoud, waarvan alles en nog wat geregeld was om het risico van het omgaan met gevaarlijke stoffen zo min mogelijk te maken. Lawaai is zoiets, er zijn nog meer van die dingen. En het duiken. Of het de werkzaamheden onder overdruk. En daar valt natuurlijk de duikarbeid onder. Dus in dat Arbo-besluit
staan specifieke regels die slaan op duikarbeid. Ik ga even een plaatje verder. Die bijzondere regels vinden we in artikel 6, 13 en verder. Dat mag u al onmiddellijk weer vergeten. Daar staat van alles en nog wat in. Ik ga het niet in volgorde behandelen, maar op die rode letters kom ik apart nog even terug. Allereerst is van belang dat een duikarbeid alleen verricht mag worden door medewerkers die een op minimaal een A-certificatie duikarbeid hebben gehaald. We kennen in Nederland enkele opleidingsinstituten daarvoor. Wordt ook vaak uitgeweken naar het buitenland. En dat begint met een A, een B en C opleiding. En dan later nog verder. Wat van belang is dat men begint met een scuba opleiding. En daaraan gekoppeld zitten ook het gebruik van allerlei instrumenten en dergelijke onder water. Nou, als we kijken naar de duikarbeid om te uit te voeren, dan schrijft het ARDO-besluit voor dat er een reserveduiker altijd aanwezig moet zijn. Dat de duik altijd begeleid moet worden door de duikploegleider. Dat er een goed logboek moet zijn. Dat er een werkinstructie moet zijn. En als duikarbeid dieper plaatsvindt dan 9 meter, of als er stroming is of andere omstandigheden, dan moet die arbeid gemeld worden bij het ministerie. Als er nog dieper gedoken wordt dan 15 meter, dan wordt geacht een decompressiekamer ter plaatse te hebben, waar eventueel duikers in behandeld kunnen worden, of waar decompressie op plaatsvindt. U vindt dat bijvoorbeeld bij de marine. Daar zie je dat mensen vaak een bijzondere taak beneden op de zeebodem verrichten, dan zo snel mogelijk naar boven gehaald worden. En daar geen tijd is om te decomprimeren, maar de betreffende marineman ogenblikkelijk in de decompressiekamer gestopt wordt aan boord van het schip. Ik zie dat ik wat sneller ga. Aan boord van het schip. En daar dan de geheel gedecomprimeerd wordt. Wat er zeker bij is, dat is dat er een verplichte keuring moet plaatsvinden van de mensen die die arbeid uitvoeren. En die keuring moet plaatsvinden door een duikerarts A of B. En dat zijn duikerartsen die specifiek de opleiding volgens het ARDO-besluit hebben gelopen. Daar volgens die regels zijn gecertificeerd. We kennen een bijzondere uitzondering. En dat is dat sportduikinstructie van deze regelgeving is uitgezonderd. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want sportduikinstructie zou natuurlijk best als arbeid gekwalificeerd kunnen worden. Maar ik denk dat de wetgever gedacht heeft, ja, wat doe ik nou met al die instructeurs die in Zeeland aan de waterkant keurig netjes hun beide leerlingen meenemen. Moeten we daar diezelfde eisen aan gaan stellen? Nou, ik denk dat dat het geval is geweest en dat men eigenlijk de korte bocht genomen heeft en gezegd heeft, nou, sportduikinstructie, dat schrappen we uit die lijst, uit die bijzondere lijst. Er is nog een uitzondering en dat is voor archeologiestudenten, ook heel bijzonder. Archeologiestudenten gingen nogal eens een keertje mee op onderzoek. En dan om waar te nemen, en dat kan diep zijn of minder diep. En die moesten dan een A-certificatie halen. Nou, alleen al gezien de kosten was dat bijna natuurlijk niet te doen. Dus daar heeft de wetgever ook een uitzondering voor gemaakt. Die archeologiestudenten die mogen mee met een duikgroep. En dan hoeven ze alleen maar een NOB of een PEDI-certificaat te hebben. Nou, u ziet wel dat die regelgeving hier en daar wat mank gaat. En ik ga naar de volgende. Die bijzondere regels die alleen bij sportduikinstructie gelden, dat zijn de volgende regels. Er dient ter plaatse een noodplan te zijn. Nou, dat leren wij allemaal. In de PEDI-opleiding voor Divemaster leer je een noodplan maken. Dat bestaat er in feite uit. Waar is de telefoon? Hoe roep ik de hulpdiensten op? Waar is een eerste hulpuitrusting?
En wat doe ik als er iets misgaat? En wat is de omgeving waarin ik duik? Dat staat allemaal in zo'n noodplan. En dan moet er een werkinstructie zijn. Nou, daar is veel over te doen geweest. Want een echte werkinstructie, bij sportduikinstructie, als je leerlingen meeneemt om hun vaardigheden te trainen. Dus daar zitten we een beetje mee te rommelen. Altijd. Er wordt gezegd van, nou ja, als je nou je instructies maar, of je lesmateriaal nou maar bij je hebt, dan is dat wel voldoende. Er moet voldoende lucht van goede kwaliteit zijn. Dat lijkt me zeer raadzaam. Want ja, wat zou je anders moeten hebben? Maar dat staat er wel in. Hoe dat nou per se in de sportduikerij en dergelijke wordt uitgewerkt, ja, dat blijft in het midden. En dat moet een eerste hulpuitrusting zijn. Nou, dat is wel duidelijk. Dat betekent dat die eerste hulpuitrusting moet bestaan. Je moet zuurstof kunnen toedienen. En je moet een algemene eerste hulpmateriaal bij. En dan is het een vierde punt, is dat de sportduikinstructeur lichamelijk en geestelijk geschikt moet zijn om zijn taken te kunnen uitvoeren. Maar hoe ik dat lichamelijk en geestelijke geschiktheid nou toets, dat is nergens terug te vinden. Dat betekent dat als we hier naar kijken. Oh, ik ga allereerst eventjes naar de polsvraag en dan ga ik verder over dat verhaal. Asje, de polsvraag. Ja, mensen, wakker worden. Of is iedereen weggehold? Dat zijn natuurlijk ook. Diep in concentratie zijn mensen. Verloren in je verhaal. Even kijken. Nou, dat gaat al wat sneller. 63%. Ja. Het is ook wel een lastige vraag. 81. 90. 95, 96, oké, ik ga hem erin gooien. Ah, die vind ik heel mooi. Ik stoor mij niet, net als de gemiddelde duiker, niet aan die vragenlijst. Het beperkt mijn risico in aanzienlijke mate. Ik ga eventjes naar de... Ik laat mij jaarlijks keuren en ik ga zelf voor geen goud onder water, stel je voor dat de lucht op is. Ik vind dat laatste antwoord vind ik het meest wijze antwoord. Maar ja, dat helpt ons duikers niet, want wij gaan toch onder water. Dit is inderdaad, en daarom heb ik die polvraag er ook zo in gezet, is inderdaad heel interessant om te zien. Moeten wij ons nou laten keuren? Zo'n vragenlijst, doet die nou eigenlijk wat? En dat is in het licht natuurlijk van het feit dat we geen echte aanknopingspunten in de wettelijke regelingen of de voorschriften hebben, is dat natuurlijk interessant. Maar wat zien we? We zien dat de NEN-normen voor leerling scuba-divers praat van een appropriate questionnaire or medical examination. Dus volgens de NEN-normen, als ik met een leerling naar beneden ga, dan mag ik zeggen een appropriate questionnaire. Nou, die appropriate questionnaire is best wel uitgewerkt, daar kom ik straks al even op terug. Maar dat er of een medische beoordeling, maar meer wordt daar niet van gezegd. Bij de leerling-instructeur of de leerling-divemaster schrijven de NEN-normen een keuring voor. Dus daar zien we dat er een keuring moet plaatsvinden, althans volgens de NEN-normen. De CEMAS, de wereldorganisatie die zich met onderwateractiviteiten bezighoudt, die sluit aan bij de UHMS en die hanteert een appropriate questionnaire. En
die verklaren in hun uiteenzetting van waarom ze die voor die keuze gemaakt hebben. Ze zeggen dat is land, of dat is wereldwijd, is dat per land zo verschillend. Dat we eigenlijk geen regel kunnen stellen of je nou wel of niet zou moeten keuren. En dan hebben we de NOB. De NOB worstelt ook met dat probleem van waarom zouden we moeten keuren? Die gaan uit van de vragenlijst. Dat is onlangs zijn die regels weer wat aangescherpt en weer wat veranderd. Waarbij instructeurs 1 keer per 3 jaar voor een keuring zouden moeten ondergaan. En als je boven de 50 jaar bent, elk jaar een keuring. Ik ga even verder. Hij blijft hangen. Ja. De vraag, die we, en daar komt de poolvraag over, dat we natuurlijk allereerst eens even moeten kijken, wat zijn nou de risico's van dat duiken eigenlijk? Natuurlijk, in de professionele sfeer zijn die risico's in ieder geval beter verzameld en dergelijke. Omdat dat natuurlijk, als er risico's zijn en die worden bewaarheid, dan komt men natuurlijk altijd in de professionele organisatie terecht. En daar wordt natuurlijk wel bijgehouden wat er is. Maar als ik kijk naar de gemiddelde duiker, wat zijn dan eigenlijk die risico's? Daarover gaat polvraag 2. ...40%. ...60. ...80. Oké. Ja. Ah. Oh, dat is toch leuk dat u dat zo inschat. Lichamelijke conditie. Zeker. Geen of slechte bodycheck en risk assessment. Onvoldoende rescue training. Onvoldoende beheersing van duikvaardigheden. Of het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften zoals diepte en dergelijke. Ik zal u uit uw droom helpen. Dit weten we niet. Nadeel van dit alles, ik ga even naar het volgende plaatje. Het nadeel van dit alles, dat is dat we geen goede registratie hebben van duikongevallen. We weten dat per jaar, en deze cijfers komen van enkel jaar geleden hoor, dus dat kan zo, dat we ongeveer 87 personen in Nederland verdrinken per jaar. En daaronder zijn enkele duikers. Nou, onlangs is in het blad van de NOB, ik kreeg het vandaag toevallig binnen en daar las ik het. Was vorig jaar waren er 5 fatale ongevallen. Dat is heel veel, want doorgaans zijn het er niet meer dan 1 of 2. Een belangrijke doodsoorzaak lijkt hartfalen. Belangrijk, dat wordt daar vanuit de medische wereld aangegeven, maar getallen ontbreken daarin. We weten wel dat acute behandeling natuurlijk altijd noodzakelijk is. Hè, direct vanaf de waterkant, de arteriële gasembolie, weer overdrukletsel en de decompressieziekte. De aantallen zijn niet bekend. Maar wat we wel zien en wat ik ook uit eigen ervaring zie, dat is dat duikongevallen bijna altijd multifactorieel blijken te zijn. Wat zie ik in de zaken die ik behandel? En dat zijn er maar heel zelden zijn dat zaken. Dus dat komt eens in het jaar of eens in de 2 jaar voor. Wat zien we dan? Dat speelt natuurlijk de rol van aansprakelijkheid. Of de rol van strafbaarheid speelt dan een rol. Maar dan zien we dat er altijd van alles en nog wat misgegaan is. Er is, en het was donker. En het was koud. En er is geen heldere instructie gegeven. En de bodycheck bleef achterwege. En we hebben altijd zo'n opeenstapeling
van dingen waarvan je denkt van, jongens, als dat nou anders geweest was, dan had waarschijnlijk de afloop net ook even anders geweest. Vervelend is, we kennen de DOSA. De DOSA die probeert al die gegevens bij elkaar te brengen. Maar ook daar zie je dat de meldingen en dergelijke niet voldoende zijn om daar echt goed analyse op te doen. Ik ga even verder. En dan komen we aan het pièce de résistance. Want wat kan die keuring dan bieden? Die keuring is voor de gewone duiker die zonder paddy of SSI of wat dan ook, is die helemaal niet aan de orde. Op het moment dat ik mijn paddy brevet heb gehaald, dan zal mij gewezen zijn op die keuring. Dus dan zal ik kijken van, goh, wat moet ik daarmee? Paddy geeft daarvoor een appropriate questionnaire, zoals ze dat hebben. Daar kom ik zo nog even op terug. Wat biedt ons dan zo'n keuring? Nou, die keuring, een garantie voor medische geschiktheid. Nou, ik denk niet dat een van u die garantie zal willen afgeven. Want dat is natuurlijk net als bij health checks. Je kunt een bepaald moment zeggen van, ik zie geen afwijkingen of er zijn geen bijzonderheden. Maar dat kan natuurlijk een dag later er heel anders uitzien. Dus een garantie voor medische geschiktheid, dat is een lastige. Een toegangsbewijs tot de duikopleiding. Ja, ik ga weer even terug. Ja, het is een toegangsbewijs soms voor een duikopleiding. Met name op het moment dat je dive master of instructeur wil worden. Dan stellen deze, de organisaties die duikopleidingen doen, die stellen natuurlijk als eis van ja, dan dient er dus wel in ieder geval een verklaring te zijn dat je medisch geschikt bent en die afgegeven te zijn door iemand die dat kan verklaren, dus een duikarts. Draagt het bij aan duikveiligheid? Ik weet niet of het bijdraagt aan duikveiligheid. Daarvoor zijn de gegevens te weinig. En je zou dan moeten vergelijken van, goh, de mensen die niet gedoken of die niet gekeurd zijn en dergelijke, lopen die dan een groter risico? Ik denk wel dat het voor de individu bijdraagt aan duikveiligheid. Want voor de individu is het natuurlijk handig als je op een gegeven moment zegt van, nou, er zijn geen bijzonderheden te vinden op het moment dat ik maar aan die hobby ga werken. Advies is natuurlijk in dit geval wel van belang. Als u iemand keurt en u vindt bijzonderheden en zegt van, ja, ik zou toch voorzichtig zijn met duiken, dan is uw advies toch het belangrijkste onderdeel voor, in ieder geval voor de duiker, van datgene wat u gevonden heeft. Ik vraag speciaal aandacht eventjes voor de technische duikers. Die zitten wat dat betreft tussen man en dwaas. Aan de ene kant hoeven dat helemaal geen beroepsduikers te zijn. Dat zijn vaak gewoon, net als ik, gewoon hobbymensen die een beetje uit de bocht vliegen in die hobby en dan de opleiding gaan doen voor technisch duiken. En dat betekent dat we als technisch duiker op grote diepte, ik zit even eronder, geloof ik. Ja. Dat we op grote diepte terechtkomen, daar ook andere gassen gebruiken en ook op een heel bijzondere manier decomprimeren, namelijk in het water, stap voor stap. Dat kan soms heel veel tijd in beslag nemen, iedere keer een deel. Maar wij overschrijden de limieten voor het recreatief duiken ver. Recreatief duiken, de algemene limiet is 30 meter diepte. En als u nagaat dat de technisch duiker toch naar 60, 80 of zelfs 100 meter gaan, dan zit daar een heel ander verhaal aan. Ook voor die technisch duikers is er niet echt een regel waarin gezegd wordt dat die wel of niet gekeurd zouden moeten worden. Ik denk wel dat ze het over het algemeen zullen doen. Maar daar stelt die keuring natuurlijk, denk ik, maar daar zult u veel beter over kunnen oordelen dan ik, nog wel wat meer voor, omdat natuurlijk de eisen die aan het lichaam gesteld worden bij dergelijke drukken en dergelijke tijden die gedoken worden, natuurlijk nog wel wat anders zijn dan het rustig zweven boven een koraalrif. Welke
keuringsregels zijn er dan van toepassing? Nou, dat is een lastige, want er zijn uitgebreide keuringsregels voor arbeidsgerelateerde keuringen. Dus de professionele beroepsduiders, die worden volgens de standaard, dat is ook allemaal vastgelegd aan de hand van de arbo-regelgeving. Onder andere door de commissie van deskundigen van de Stichting Werk onder Overdruk, die kijken naar dat hele geheel en zeggen van, wat stellen wij daar dan voor eisen aan? Dat is er voor de recreatieve sector niet, behalve die afspraken die u gemaakt heeft binnen de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Als ik dat juridisch bekijk, en ik ga mij afvragen van hoe zou nou een rechter kijken als die een casus krijgt waarin het gezegd wordt van die dokter heeft het niet goed gedaan. Bijvoorbeeld voor te college of anderszins. Waar toetst die rechter dan aan? Nou, die rechter die toetst aan een wat vagere norm, dat noemen we de professionele standaard. En die professionele standaard, dat is de werkwijze, de kennis en dergelijke, en de ervaring van een behoorlijk presterende arts. We zeggen dan een gemiddeld bekwaam beroepsbeoefenaar. Dat geldt niet alleen voor artsen, maar ook voor advocaten of notarissen of anderszins, accountants en dergelijke. Die professionele standaard is dus een standaard die door de beroepsgroep zelf wordt bepaald. Door de wijze waarop men werkt, maar met name ook door de wijze waarop richtlijnen en dergelijke zaken voorschrijven. In principe kennen we aan de ene kant richtlijnen die door de beroepsgroep worden afgegeven. En dat zijn voorschriften, of in ieder geval zijn dat aanwijzingen voor de beste behandeling in een bepaalde situatie. En dat moet dan wel wetenschappelijk, evidence-based, neergelegd zijn. Daar moet de bestaande onderzoeken voor bekeken zijn. Die worden dan meestal in een groep worden die bekeken en samengesteld. En wordt gezegd van nou dat is relevant of dat is niet relevant. Daar verschillende opties. Daar speelt expertise een rol in. En dat samenbrengend van vooraanstaande beroepsbeoefenaren leidt dan tot een richtlijn. Er zijn diverse partijen die richtlijnen uitgeven, maar u zult de meeste richtlijnen wel kennen van de wetenschappelijke organisaties en van de wetenschappelijke vereniging. Er zijn ook heel andere, maar dat zou te ver leiden als ik daar niet op inga. Daarnaast hebben we zogenaamde protocollen. En dat zijn handelwijzen, afspraken. Je kunt je voorstellen dat in een bepaald ziekenhuis, voor bepaalde situaties een protocol is opgesteld. En die protocollen die hebben dus ook net zoiets als richtlijnen in zich, maar zijn veel meer afhankelijk van de consensus, van zo doen we het hier. Die mogen natuurlijk niet in de lucht hangen, dus die zijn vaak wel weer gebaseerd op wat in een richtlijn is, wetenschappelijk is uitgewerkt. Maar dat zijn toch de belangrijkste dingen in de professionele standaard. Ik schiet iedere keer naar een ander plaatje, maar dat is niet de bedoeling. Er wordt wel gezegd dat je richtlijnen en protocollen absoluut moet volgen. Denk aan, nou, ik schiet weer weg. Dat is niet helemaal juist. Naast richtlijnen en protocollen is die professionele standaard, wordt die ook nog ingevuld door datgene wat u in de opleiding leert, bijvoorbeeld. Dat staat niet allemaal in een richtlijn of een protocol. Dat staat hoogstens in studieboeken. Maar dat maakt wel onderdeel uit van die professionele standaard. En denkt u maar eens aan uitspraken van tuchcolleges bijvoorbeeld, over de wijze waarop mensen, patiënten bejegend moeten worden. Ook dat maakt in zijn totaliteit deel uit van die professionele standaard. U hoeft zich niet altijd te houden aan richtlijnen en protocollen. Maar als u dat niet doet, dan heeft u daar vast een reden voor. En ik geef u daarbij de tip, als u dat doet, schrijft u dat dan op waarom u dat doet. Want
Als u ooit met een rechtszaak in aanmerking komt, als u ooit op de vingers getikt wordt en zegt van heeft u dat wel goed gedaan, de patiënt die dient een klacht tegen u in, dan zal die rechter en dan zullen de mensen die daar mee over oordelen, en dat zijn in de tuchtcolleges uw eigen collega's, die zullen dan altijd kijken van wat voor richtlijnen zijn er, wat voor protocollen zijn er, wat heb je geleerd, wat leren we over het algemeen. En als u dus gaat afwijken daarvan, is het heel goed om dat in ieder geval even op te schrijven, waarom u dat gedaan heeft, zodat u dat later ook kunt herhalen. En dan zal er ongetwijfeld, als er dan een goede reden voor is, zal dat niet tot enig verwijt leiden. Leo, nog vijf minuten. Vijf minuten. Prima. Ik heb hier even gezegd angst voor aansprakelijkheid. Allereerst, als u dus keuringen verricht, dan is het van belang dat u die keuringen verricht naar de standaard, naar de professionele standaard, zoals die is neergelegd. Natuurlijk, protocollen en richtlijnen zijn misschien niet allemaal even zaligmakend, maar houdt u er wel rekening mee dat als u zegt van goh, bij die cliënt doe ik wel of doe ik niet dat of dat, tekent u dat dan even aan, waarom u dat gedaan heeft, want dat vermijdt een hoop discussie als er eventueel later discussie over komt. In de voorbereiding van dit praatje was er een van uw collega's die onmiddellijk tegen mij zei van ja, als ik nou een keuring gedaan heb en ik heb iemand goedgekeurd en die gaat duiken en die blijkt toch door hartfalen in de problemen te komen, dan kan ik wel eens aansprakelijk gesteld worden. Nou, ik moet daar wat voorzichtig mee zijn. Ik denk niet dat dat zo snel zal gebeuren. Dus ik geef u ook het beslist niet mee dat u zich daar zorgen over zou moeten maken. Natuurlijk is het zo dat in de Nederlandse situatie, zoals overal bijna in de westerse wereld, het claimgedrag toeneemt. Maar dat neemt niet alleen in uw beroepsgroep toe, dat is voor accountants precies hetzelfde. Als u echter keuringen verricht en u doet dat volgens de bestaande standaard en u volgt dat ook. En als u daarvan afwijkt dat u dat goed documenteert en dat ook als advies geeft, dan denk ik dat dat aansprakelijkheidsstelling op basis van een keuring, nou, tot nog toe is het maar heel, heel zelden voorgekomen. Dus ik zie daar ook niet zozeer de gevolgen van. Dat is anders als u keuringen gaat verrichten, en dan kom ik meteen op het volgende plaatje, als u keuringen gaat verrichten in de sportsituatie, en we kennen allemaal het probleem van die Ajaxiet die op het veld gereanimeerd moest worden, en daar blijkt, ik heb het uit de algemene literatuur, dus ik mag daar gewoon rustig iets over zeggen, de algemene lectuur die vermeldt dat er bij de keuring van deze sporter een afwijking was gevonden aan het hart. En dat is natuurlijk een andere situatie. U zit dan in een beroepsgroep, waar natuurlijk ontzettend grote belangen spelen. En daar denk ik dat zo'n casus wel voor zal komen. Wat er gaat gebeuren verder, dat weten we nog niet, maar nou, als het een beetje wil, levert dat natuurlijk nog wel enige discussie op. Dat leidt meteen tot het laatste gedeelte, waarvan ik zeg, u heeft in feite te maken met een tweetal wetten. Dat is aan de ene kant de wet op de medische keuringen, maar die is alleen van toepassing op het moment dat u keuringen verricht voor aanstelling, voor verzekeringsmaatschappijen, zak weer eventjes weg, voor verzekeringsmaatschappijen, et cetera. Daar staan namelijk de regels in, of u de cliënt moet inlichten, op wat voor manier de opdrachtgever moet inlichten, of de cliënt een recht van correctie heeft. Nou, die regels staan in die wet op de medische keuring. Voor het overige, de keuringen die u verricht bij duikers, bij recreatieve duikers, valt dat gewoon op de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. En is uw advies daarin uw
eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Want dat advies moet goed in elkaar zitten, weer volgens die professionele stappen. Laatste tip. Als u werkt als keuringsarts voor aanstellingskeuringen, UWV of wat dan ook, kijkt u dan in uw verzekering even of uw verzekering dat eventuele schade die zou optreden wel dekt. Daar is nogal wat over te doen. Doet u dat ook als u als huisarts bijvoorbeeld keuringen verricht voor aanstaande duikers die zelf bij u komen? Dat is doorgaans verzekerd. Ik weet het zeker van de VVAA. Die zeggen, als je zo nu en dan keuringen verricht op dat gebied, dan vinden we dat prima. Dan valt dat onder de dekking. Maar voor alle zekerheid, als u daar niet bij zit, kijkt u dan nog even in de polis om dat veilig te stellen. Nogmaals, als u het niet doet, denk ik dat u er in uw werkzame leven nooit mee geconfronteerd wordt. Maar als u ermee geconfronteerd wordt, is het natuurlijk uiterst vervelend. En dan is het wel prettig als uw polis dat ook dekt. Als u in het ziekenhuis werkt en u doet keuringen daarin, kijkt u, of vraagt u dan in ieder geval in het ziekenhuis na of die werkzaamheden onder de polis van het ziekenhuis vallen. Vaak zijn de keuringen voor beroepssituaties, aanstellingskeuringen, etc., uitgesloten in de polis van het ziekenhuis. Dus ook dat is wel belangrijk dat u daar nog eventjes naar kijkt. Nou, met die tip wil ik het woord weer teruggeven aan Martijn. Ja, dankjewel Leo. Kun je jezelf unsharen alsjeblieft? Ja, ga ik doen. Helemaal fijn. Er zijn een aantal vragen binnengekomen die ik graag nog even snel met je wil behandelen. Een anonieme deelnemer merkt op dat reisverzekeringen soms voorwaarden hebben, zodat er, waarin staat dat er een duikkeuring moet hebben plaatsgevonden binnen 1 jaar. Is daar een juridische basis, een wettelijke basis voor? Kunnen ze dat vragen? In principe kunnen ze dat vragen, maar als ik kijk naar wat de reisverzekering staat, wat de duikverzekeringen vragen. Dat geldt zowel voor de DEN als andere verzekeraars. Die vragen geen verplichte keuring. Nee, precies. Dus het risico van niet keuren wordt door de verzekeraar niet erg hoog ingeschat. Okay. Voor een reisverzekering durf ik dat niet te zeggen. Nee, dat is dan gelijk, heb ik daarbij zelf een tweede vraag die daarop aanhaakt. Als een duiker een onjuiste informatie geeft bewust om goedgekeurd te worden, ja, en er is een duikongeval met een hele dure behandeling, kan dan DEN of een duikverzekering zeggen, ja, het is prachtig, maar deze tankbehandeling in Hawaii betalen wij niet, want u heeft, hoe zit dat? Ja, dat kan. Dat is altijd een regelgeving op het moment. Op het moment dat, dat je onjuiste informatie aan de verzekeraar verstrekt, dan kan die verzekeraar zeggen, ik zou die verzekering nooit hebben afgesloten als ik die informatie heb gehad. Ja. Dat geldt niet alleen voor medische zaken, dat geldt ook voor een brandverzekering. Ja. Dat is dus een algemene regel, waarin op het moment dat er, stel even in het hypothetische geval dat er gezegd zou worden, ja, je moet wel gekeurd zijn of wat dan ook, wij willen dat. Ja, dan is het risico van de duiker als die verkeerde informatie gaat zitten geven. Ja, precies. Okay. Dan een vraag van Rick Rusken. Hij houdt zich met name bezig met het freediven. Hij heeft het erover dat hun medische vragenlijst is afgeschaft omdat die aan niet-artsen zou worden vertoond. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Die medische vragenlijst is toch ook alleen voor de duikerarts? En in principe, is die informatie niet beschikbaar voor de duikvereniging? Of hoe zit dat? Nee, de medische vragenlijst, als we kijken naar de inhoud van die vragenlijst, ik miste daarover een plaatje over. Als we kijken naar de vragen, dan zijn dat algemene vragen over de gezondheid. Heb je wel eens een keer, of heb je last van? Hart- en vaatziekte, heb je dat ooit gehad? Heb je ooit last van je oren gehad? Heb je ooit last? Enzovoort. Dat is een algemene vragenlijst. Maar als er op één van die vragen ja geantwoord wordt,
de instructeur geacht wordt die iemand niet mee te nemen en naar eerst voor een keuring te sturen. Dat is iets wat zonder meer toegestaan is. Er is geen enkele regel waarom dat niet zou mogen. Het is volledig de vrijheid van de duiker om te zeggen, ik geef die informatie wel of ik geef die informatie niet. Overigens wel pikant als je dat nu bekijkt met het al of niet vaccineren, waar je zo'nzelfde vraag hebt. Want als hij die vragenlijst niet invult, dan zegt de instructeur, ja, ik wil jou niet mee hebben. Nee, precies. Ja. Dus daar zit het punt in. Maar dat is algemeen aanvaard om dat zo te doen. Dan nog een hele praktische vraag van Maaike Kroon. Zij zegt, het merendeel van de duikerartsen is ZZP'er en keurt als zodanig als ZZP'er. Heb je nog tips voor hoe ze zich moeten verzekeren? Nee, daar kan ik geen echte tips over geven. Wat belangrijk is, dat is dat ze kijken in de polis of dat inderdaad meegenomen is. Dan is dat klaar. Als dat nou niet het geval is of het is niet duidelijk, stuur dan een mailtje naar de verzekeringsagent waar je je verzekering hebt afgesloten. Of naar de organisatie waar je bij zit. Maakt niet uit. En vraag even of die keuringen eronder vallen. Dan zul je in 9 van de 10 gevallen zal iedereen zeggen, ja, die sportkeuringen voor duikers, nou, geen probleem. Dat krijg je dan ook terug. Berg dat antwoord goed op bij je verzekeringspapier. Ja. Dus dat is een beetje een omweggetje als tip. Ja. Maar dat werkt vaak fantastisch. Krijg je een negatief antwoord, dan moet je echt je afvragen van, wat ga ik met mijn verzekering doen? Ja. Ja. Oké. Laatste dingetje nog. Je had het in je presentatie over de uitzonderingssituatie van de voetballer die onderuit ging. Dus de keuring van beroepssporters, zullen we maar zeggen. Maaike zegt, ik volg de uitzondering niet helemaal met betrekking tot de sportkeuring, waarbij het verhaal van het hartprobleem bij de voetballer werd aangehaald. Is een duikkeuring niet ook een sportkeuring? Ja, klopt. Alleen de verhouding is daar anders. En dan bedoel ik de verhouding ten opzichte van de betrokken partijen. Want wat hier speelt is niet alleen de keuring ten aanzien van de persoon in kwestie, die schade leidt omdat hij niet meer kan voetballen, ernstig gehandicapt is, et cetera. Maar daarnaast hebben we Ajax zelf. En Ajax leidt verlies omdat ze deze man niet in kunnen zetten. En dat gaat over miljoenen, hè, meteen. Ja. En wat je dus zal gaan zien, dat is dat Ajax, als die arts in dienst is bij Ajax, dan zal er niet zoveel gebeuren, want dan kunnen ze niet zoveel. Maar als dat iemand anders geweest zou zijn, dan is die schade voor Ajax, nou, die wordt niet gedekt door een verzekeringsmaatschappij, hoor. Oké, dankjewel. Daar zou ik altijd voorzichtig zijn. Ja, oké. Dankjewel voor je hele interessante lezing. Wij gaan nu de pauze in. Het hele programma schuift een klein beetje op. We hebben de meeste vragen al beantwoord. Dus we zullen streven er toch naar om 10 uur precies de hele webinar af te sluiten. U heeft nog even 10 minuten tijd voor koffie zetten en toiletbezoek. Tot zometeen. Gaan we doen. Goedendag, ik wou even het woord maar nemen. Ik hoop dat u de pauze goed heeft gebruikt. Ik hoop dat u ook goed bent opgewarmd. Want het onderwerp wat nu gaat komen, het is een ijzingwekkend onderwerp. Hypothermie en drowning. Ik denk dat ik Martijn Buwalde eigenlijk niet meer aan u hoef voor te stellen. Anesthesist die zijn vleugels uitspreidt over de gehele wereld. Engeland, het Caribisch gebied en recentelijk in alle koelte Noorwegen. En, dat was beter weer dan in Nederland, hoor. Ook dat nog, ja. En natuurlijk bestuurslid van de NVD. We zijn heel blij dat Martijn hier ook een bijdrage levert op het gebied van hypothermie en drowning. Ik wou even de vloer geven aan Martijn. Ja. Ik ga even de PowerPoint starten. Share. Goed zo. Oké, u kunt mijn presentatie zien, denk ik. We gaan het hebben over hypothermie, uitputting en verdrinking. De slides zijn in het Engels.
omdat ik deze presentatie al eerder heb gegeven. Maar de mond is gewoon Nederlands, maakt u zich geen zorgen. Goed zo, we gaan eerst even kijken naar de definitie. In feite, ja, er is 10 jaar geleden een nieuwe definitie gekomen van verdrinking. En eigenlijk betekent dat gewoon dat de luchtweg onder water is geweest. En dat dat problemen gaf met het ademhalen. En dat resulteerde uiteindelijk in de dood of in een beschadigde long met symptomen. Of iemand die er gewoon goed vanaf kwam, alleen met de schrik vanaf kwam. En er was eigenlijk geen blijvende schade of geen probleem. Submersie is als de luchtweg beneden het wateroppervlakte is. En immersie is met het kopje boven water. Die twee worden altijd door elkaar gehaald. U ziet in het beeld ook een klein muisje dat driftig aantekeningen maakt. Ik wil u adviseren om dat te doen elke keer als u het muisje ziet. Dat kan wel eens handig zijn voor het examen dat u morgen moet maken. Nou, we weten dat het eindresultaat van een dodelijk duikongeval is meestal water in de longen. En de patholoog zal dan uiteindelijk zeggen, ja, die duiker is verdronken. Maar daar ligt dus natuurlijk vaak een hele andere oorzaak aan ten grondslag. We weten dat cardiovasculaire oorzaken eigenlijk steeds belangrijker worden hierin. Maar er zijn natuurlijk diverse redenen waarom iemand in de problemen kan raken en uiteindelijk zal verdrinken. Als we daar eens naar kijken. Iemand kan bijvoorbeeld een duikkeuring of een duikmedisch advies hebben gehad wat niet volledig is geweest of waar de informatie niet klopte. Of ja, er kan een medische conditie zijn die de duikerarts ook nooit kan ontdekken. Er kan stikstofnarcose zijn geweest, er kan zuurstoftoxiciteit zijn geweest. Dat zijn 3 redenen waarom iemand het bewustzijn kan verliezen. Lock is loss of consciousness. Bewustzijnsverlies. Ja, en als je onder water bewusteloos raakt en je bent een open circuit duiker, dus je hebt een regulator in je mond, dan raak je die kwijt en dan adem je water in en dan gaat het mis. Andere reden kan zijn dat u out of air bent geraakt doordat u vastzit in een wrak of bent verdwaald in een cave of dat u niet goed te diep bent geweest, te lang hebt gedoken, out of air bent geraakt of wat dan ook. Meestal hebben die oorzaken te maken met gebrek aan training of overschatting van de eigen vaardigheden. Natuurlijk kan er ook iets misgaan in de apparatuur, maar dat is vrij zeldzaam. En dat is er misschien een eye-opener voor u, er zijn best wel duikers die uiteindelijk verdrinken aan de oppervlakte. Want ja, als je aan de oppervlakte komt, bijvoorbeeld omdat je fles leeg is, dan wil dat trimfles niet meer. Dan kan je niet meer opblazen en in alle paniek vergeten dan die duikers dat ze dat ook met de mond kunnen doen. Heel vaak wordt vergeten het lood te droppen. Dat zie je heel vaak in die case reports. En als je het bewustzijn verliest, of al bewustzijn had verloren aan de oppervlakte, dan houdt het gemiddelde trimvis uw luchtweg niet vrij. U zakt schuim en u zakt met uw hoofd onder water. Een goed life jacket doet dat wel, maar niet alle life jackets. En hier komt gelijk de eerste polvraag, om u lekker even op te warmen. Welk van deze 5 life jackets houdt de luchtweg vrij, dus houdt het koppie boven water als je het bewustzijn verliest? Mag ik de eerste polvraag? Nou, ben benieuwd. A, B, C, D of E. Ja, we zitten op 85%. Ah, ze zijn wakker. Ja, ja. 90. 90. En schoon is uw kunst geweest. Nee, dat was anders, hè? Dat verraadt mijn leeftijd. Oké. Gooi hem erin. Gooi hem erin. Het goede antwoord is... Ik zie hem niet. Ja, dat had u allemaal gedacht. Nee hoor, het is C. Je moet je voorstellen, bij C, als die, dat is in feite gewoon een... een ringvormig opgeblazen band om je nek en die blaas je strak op en die houdt het uit je hoofd mooi netjes boven water. En bij al die anderen is er geen steun voor het hoofd. Dat kan gewoon voorover zakken. Oké. Nou, dan weet u dat als u een life jacket moet kopen.
Verdrinken, hypothermie en uitputting komen vaak tezamen voor en die zijn aan elkaar gerelateerd. En we zullen ons eerst eens even focussen op de hypothermie. Per definitie is dat een temperatuur onder de 35 graden centraal gemeten op 1/3 afstand in de oesofagus. Dat doen we natuurlijk vaak niet, dat is een beetje lastig. Het is een letale conditie. Als dat maar doorgaat, ga je gewoon dood. Maar heel vaak onderschat wordt dat perifere afkoeling, dus van de extremiteiten, net zo dodelijk kan zijn aan het wateroppervlakte. En ja, en wij zijn nog eenmaal niet zo goed bestand tegen hypothermie. Wij kunnen veel beter omgaan met hyperthermie. Wij zijn geëvolueerd, wij zijn rechtop gaan lopen op de Afrikaanse savanna. En daar hebben we geleerd met warmte om te gaan. Maar met koude kunnen wij niet zo goed omgaan. Het lichaam wil dus ook heel graag in een thermoneutrale zone zijn. En in lucht is dat tussen de 26 en 30 graden. Dus als een naakt persoon in een kamer staat en hij zweet niet of hij rilt niet en er is geen wind, dan is hij thermoneutraal tussen de 26 en 30 graden. En dat hangt een beetje vanaf hoeveel vet je aan boord hebt. Maar dat is thermoneutraal wil zeggen dat het lichaam geen energie hoeft te investeren om temperatuur op te krikken of te verlagen. Nou, in water ligt die temperatuur veel hoger. Dan zitten we rond 35,5 graden. Hè? Dus een naakt persoon die in het water ligt, die niet zweet of niet rilt. In stilstaand water, ja, dan moet dat water 35 graden zijn om thermoneutraal te zijn. En dat is dan ook de reden waarom die rode stip op de mengkraan van uw douche of bad, dat die op 35 graden zit. Want dat is uw thermoneutrale temperatuur. Daar voelen wij ons het lekkerste mee. Ja, en het komt natuurlijk allemaal omdat mensen in water maar eenmaal sneller afkoelen dan in lucht. En dat komt omdat de warmtegeleiding 24 keer zo groot is in water ten opzichte van lucht. En de warmtecapaciteit wel 3500 keer zo groot is. Hij is niet verwonderlijk, want in water zitten veel meer moleculen dan in lucht. Dus de moleculen gaan allemaal trillen en nemen die warmte op. Ja. Hey, ik zie weer een muisje. Laat het diaatje even staan. Ja. Als je in één keer in koud water dondert, dan krijg je eerst een cold shock. Je schrikt je een hoedje. Je gaat hyperventileren, tachycardie, hypertensie. En ja, op dat moment ben je gewoon even de kluts kwijt en kun je water aspireren. Mensen kunnen dan al verdrinken. Een tijdje later koelen de extremiteiten af. En dan krijg je problemen met je spierkracht en met het gevoel. En dan word je onhandig. En ja, dan wordt het bijvoorbeeld lastig om jezelf te redden, om iets vast te pakken. Nog ongeveer later, ongeveer 20, 30 minuten na de waterlating, zal de centrale temperatuur gaan dalen en dan krijg je neurologische problemen, cardiale problemen. Die kunnen leiden tot verdrinking en tot hypothermie. En uiteindelijk, zelfs als je gered wordt, ben je nog niet uit de problemen, want tijdens de immersie ben je gaan plassen en heeft het circulerend volume zich verplaatst in het lichaam. En als je dan in één keer uit het water wordt gehaald, kun je gewoon flauw vallen. Heb je een soort relatieve hypovolemische shock. Hier zien we dat pathofysiologisch. Dat eerste stadium, door de afkoeling van de huid, wordt het lichaam als het ware gealarmeerd. Dan krijgen we dus een soort sympathische reflex. Stadium 2 zijn dus de spieren en de zenuwen die afkoelen. En na een minuut of 30 is ook de kern van het lichaam afgekoeld. En dan hebben we die centrale hypothermie en dan gaat het brein en het hart falen. Nou, laten we even kijken naar die cold shock. Dat is wel interessant. Als het watertemperatuur onder de 15 graden is, dan treedt die cold shock op. Nou, dat hebben we in Nederland heel vaak. Je huidreceptoren detecteren die kou en in één keer schiet het lichaam in de stress. De sympathicus gaat aan, wordt tachycard, hypertensief. En wat de mensen heel vaak doen, is gas en gaan daarna hyperventileren. En ze zijn zo de kluts kwijt dat ze gewoon niet zwemmen. Wij Nederlanders denken vaak, wij zijn heel goed in zwemmen. Wij redden ons wel als we te water raken. Nou, niets is minder waar. Als je in één keer in koud water valt, dan kun je gewoon verdrinken omdat je niet zwemt. En vandaar dat het zo belangrijk is dat je een life jacket aan hebt. Aan de andere kant wordt de duikrespons geactiveerd. Dus we koud water in het gezicht krijgen, wordt de trigeminus geactiveerd of gestimuleerd. En dan gaat de duikreflex aan. Dan houden we op met ademen, dan gaat de vagus tonus omhoog. We worden bradycard
En we krijgen perifere fase constrictie. En dat is de manier waarop duikende zoogdieren, de potvis, zeehonden, maar ook apneuduikers, op die manier kunnen ze hun apneuduur verlengen. Maar, en dat is interessant als je dat onderzoekt, zie je dat zowel bij die duikende zoogdieren als bij mensen er veel ritmestoornissen optreden. En dat komt een beetje omdat als je aan de ene kant de sympathicus aanzet en aan de andere kant de vagus aanzet, dan weet het hart niet zo maar goed wat het nou moet. Normaal is dat yin en yang, hè. We hebben of een hoge sympathicus of een hoge parasympathicus. Dat wisselt elkaar af, maar als ze tegelijk aangaan, dan kan je je voorstellen dat er gebieden zijn in het myocard waar aan de ene kant de boel geremd wordt en aan de andere kant de boel gestimuleerd wordt. En dan kun je cirkeltachycardie krijgen. Alle mogelijke ritmestoornissen. Eerste, tweede, derde graadsblokken, ventriculaire extrasystolen, runnetjes, VT, alles kan. En ook de reden dat mensen gewoon acuut kunnen overlijden als zij in koud water vallen. Nou, dan iets over de onhandigheid. Met temperatuur onder de 27 graden voor de spieren en voor de zenuw onder de 20 graden. Ja, dan wil het niet meer zo. Die spieren die verkrampen wat, die worden stijf. En het gevoel gaat gewoon achteruit en je wordt gewoon onhandig. En bijvoorbeeld een paalsteek even maken omdat je een touw krijgt toegeworpen. Hè. Ik maak een paalsteek om mezelf heen zodat ik achter die rubberboot aan kan. Ja, dat lukt niet meer. Die flarekun lukt niet meer om te laden. En het activeren van de noodzender wil ook niet meer lukken als je vingers het niet meer doet. En dat is een hele belangrijke factor om jezelf te redden. En dat wordt vaak vergeten. Men is vaak te veel gefixeerd op de centrale hypothermie. Je hebt maar een beetje nodig van hypothermie centraal, een paar graden afname en je bent al in de problemen. Hè? Cognitie neemt al af, je wordt zwaar, traag en sloom en het wil allemaal niet zo. En over het algemeen treedt dat tot 30 minuten na dat je in het water terechtkomt. Hè? Dat duurt gewoon even voordat de kern van je lichaam raakt afgekoeld. En, nou, het zou fijn zijn als je dan een life jacket op hebt en dat je voor die tijd al bent gered. Als je niet gered wordt, ga je gewoon dood. En het is fijn om te weten wanneer dat ongeveer gebeurt. Want dan kan search and rescue kan een beetje uitrekenen hoe lang ze naar je moeten zoeken. Dat is dus afhankelijk van of je mannetje of vrouwtje bent en of je dik of dun bent. En hoe koud het zeewater is. Hier zien we die lijntjes. Dat is de survival time, hoe lang je leven blijft. Ja, en hoe warmer het water, ja, hoe langer je leven blijft. En hoe dikker je bent. En dikke vent, die blijft het langer in leven dan een dunne vrouw. En natuurlijk zijn er meer variabelen, zoals wat je aan hebt en of de zee onrustig is en weet ik veel wat. Een akelige anekdote daarbij is dat dit onderzoek is gestart in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's. Die gebruikten concentratiekamp gevangenen. Die stopten ze in een bad met ijsklontjes en keken hoe lang het duurde voordat ze doodgingen. En dat onderzoek had een duidelijk doel. Men wilde weten hoe lang de Luftwaffe-piloten overleefden als ze in de Noordzee terechtkwamen. Dan kan je kijken hoe lang moet je naar zo iemand zoeken. Nou, dit Cold Exposure Survival Model is in Canada gemaakt. En Search and Rescue zoekt daar ongeveer 5 à 6 keer de verwachte survival time. Dat is belangrijk, want als het aan de familie ligt of aan de krant of aan de media, dan moet je een heel jaar blijven zoeken. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus statistiek nodig om te zeggen, nou oké, we zoeken 24 uur en daarna heeft het geen zin meer. Even iets over de isolatie die wij aan boord hebben. Dat is aan de ene kant vet en aan de andere kant is dat ook spierweefsel. Verwacht je misschien niet, maar met name ongeperfundeerd spierweefsel. Dus als je je spieren niet gebruikt, dan isoleren ze erg goed. En dat kun je zien in het onderzoekje, een heel aardig onderzoekje. Hier zitten we in een vrij oncomfortabel bad, 16 graden. En dit is een dik persoon en dat is een dun persoon. En dan zie je inderdaad, nadat een minuut of 30 gaat de centrale temperatuur dalen. En als je dik bent, ja, dan gaat het allemaal wat langzamer dan als je dun bent. Oké. Als je datzelfde onderzoek nou doet, niet in een bad, maar ook in een meer, van dezelfde watertemperatuur, dan zie je dat bij de dunne persoon al heel snel de temperatuur gaat dalen. En die neemt heel sterk af, veel sneller. En dat komt omdat als je zwemt in dat meer, ja, dan worden je spieren geperfundeerd en dan raak je je warmte sneller kwijt. Dikke mensen daarentegen isoleren juist meer. Die warmte die ze produceren door het zwemmen wordt goed vastgehouden en die koelen niet af.
En dat is dan ook de reden dat duikende zoogdieren zoals potvissen en zeehonden, ja, die zijn moddervet, hè, die hebben een gezinnig dikke vetlaag. Nou, dit moet je doen als je in koud water terechtkomt. Help. Dat is de afkorting voor heat escape lessening position. Je maakt jezelf zo klein mogelijk en beweegt zo min mogelijk. Want zo gauw je je beweegt, dan zal dat hele kleine laagje warme water wat tegen jou aankleeft, zal weggespoeld worden door koud water. En dat moet ook weer opgewarmd worden. En al die warmte komt uit jou. Dus beweeg je zo min mogelijk en maak je zo klein mogelijk. Samen knuffelen in het water helpt ook. Maar het beste helpt natuurlijk een survival suit aandoen. Hoe zit dat met CPR? Met reanimatie? Nou, we weten allemaal dat als het basaal metabolisme afneemt door hypothermie, dat gaat op weer 6% per 1 graad afname van de core temperatuur. Dat is aanzienlijk. Dat betekent ook dat de manier hoe wij reanimeren moet worden aangepast. Basic life support. Als de temperatuur onder de 28 graden is, dan doe je 5 minuten basic life support en dan 5 minuten niet. En onder de 20 graden is het 5 minuten basic life support, 10 minuten niet. En de reden daarvoor is dat het lichaam het niet nodig heeft, want ze consumeren niet zoveel zuurstof. En je kan ook weer ritmestoornissen induceren. Advanced life support, als de temperatuur tussen de 30 en de 35 graden is, dan wordt het drukinterval, dus medicatie die je geeft, dat wordt verdubbeld. Dus adrenaline geef je om de 6 à 10 minuten. En je doet normaal defibrilleren, maar zit je onder de 30 graden, dan geef je helemaal geen drugs, dus ook geen adrenaline. En je probeert alleen maar 3 keer te defibrilleren. Die mensen hebben pas kans als zij ook worden opgewarmd door een hart-longmachine. Nou, dan uitputting. Erg belangrijk. Je zult waarschijnlijk niet realiseren, maar als je in een onrustige zee zwemt, dan kost het heel veel energie om je luchtweg open te houden. Hè? Als het heel onrustig is, dan kun je golven op je afkomen, moet je voortdurend proberen je luchtweg open te houden. Dat is uitputtend. Dat heet wave splash. Dat is een belangrijke factor in de uitputting van een drenkeling. Dan natuurlijk de afstand die je moet zwemmen. Maar de grote limiterende factor is de vermoeidheid van je armspieren. Die koelen het snelste af. Die zijn het minst geïsoleerd. En daar is het glycogeen het snelste uitgeput. Dus dat is de uitputting. Er is nog iets anders. Het feit, pure feit dat er immersie is, dus dat je met je kopje boven het water bent, maakt dat je veel meer energie nodig hebt om te ademen. Je moet je voorstellen, bij de inademing moet je allemaal water van je afduwen. Normaal op land is dat lucht, nou dat is niet zo moeilijk. Maar hier moet er water van je worden afgeduwd om in te ademen. Dat kost sowieso al meer energie. Dan is er nog een tweede ding, door het grotendeels wegvallen van het zwaartekrachteffect, zal de venous return uit de benen zal zijn toegenomen. Er zal een soort een nieuwe verdeling van bloed plaatsvinden. Dat zit niet meer, dat zit voor een gedeelte niet meer in de benen, maar dat gaat naar centraal, dat gaat naar de longen. Dat is ongeveer 700 milliliter. En daardoor wordt de long stugger. Hè? Dat wordt minder compliant. En dat kost ook meer energie om te ademen. Je work of breathing is gewoon toegenomen van 65%. Nog erger wordt het als je gaat rillen. Ja, rillen is er juist op. De bedoeling van rillen is juist dat je door je spieren warmte opwekt. Ja, nou ja, goed, dat kan zelfs je metabolisme wel vijfvoudig toenemen. En dat is nog een ander ding, als het echt heel koud is, dan is er zodanige vasoconstrictie dat die spieren gewoon te weinig bloed krijgen. En anaeroop moeten werken. En dat is natuurlijk heel. Het rendement daarvan is natuurlijk niet zo heel laag. Hè? Er wordt heel veel ATP wordt daarvoor gebruikt en er wordt weinig energie opgewekt. Nou, met als gevolg dat je glycogeen dus heel snel is uitgeput. En dus de armmusculatuur met name heel snel zal zijn uitgeput. Hier is een klein onderzoekje. Dit is iemand zwemt ongeveer een halve meter per seconde. En hier ziet u de temperatuur 25 graden watertemperatuur. En dit is de watertemperatuur 10 graden. En deze mensen hebben een veel hoger zuurstofgebruik dan mensen in warm water. En dat maakt dus dat je sneller uitgeput bent. Dan moeten we het hebben over verdrinken.
Hier ziet u het hele proces van verdrinken. Het zal je maar gebeuren. Je zit in een auto, je slipt en die auto raakt op zijn kop in het kanaal. Het is een diep kanaal en je zit vast, je komt er niet uit. En ja, op een gegeven moment is je hoofd onder water, submersie. En je denkt, nou, het zal mij niet gebeuren, ik ga niet inademen. Ik ga dat water niet inademen. Breath holding fase. Maar helaas, je CO2 loopt langzaam op. Je PO2 neemt af. En op een gegeven moment denkt het lichaam, ja, het is wel mooi, maar je moet toch wat gaan doen. Het diafragma begint al een beetje samen te trekken, terwijl jij nog niet ademt. En je denkt, nee, ik wil het niet. Je lippen op elkaar, kaken op elkaar, glot is gesloten. Dit heet de struggle phase. En zowel de breath holding phase als de struggle phase zijn wat verlengbaar door training, door die apneutraining. Maar er komt natuurlijk een moment dat je wel moet ademen. Dat gaat vanzelf, dat kun je niet meer tegenhouden. Dat is het breaking point. En dan gaat u water inademen. Dat is ook het moment dat de aritmieën optreden. Nou, op het moment dat er koud water achter in je keel komt, dan denkt die laryngeus, oeps, ik moet de luchtpijp beschermen. Dat is laryngospasme. En dat treedt niet altijd op, maar als het optreedt, dan, ja, dan wordt dat water in de longen wordt nog even tegengegaan. Maar op een gegeven moment, als de zuurstofspanning daalt, dan houdt dat op. En dan zult u onherroepelijk water inademen. Er is maar een beetje water nodig, 150, 200 milliliter... om heel veel schade aan te richten in de longen. Het surfactant wordt weggewassen, er heeft een gigantische shunt en in één keer daalt de PO2 in het bloed waanzinnig. En op dat moment verliest u het bewustzijn. En dan ademt u nog ongeveer een minuutje door en dan houdt het op. Dan is het einde oefening. En zo ziet dat eruit. Dit is immersie, dit is submersie en dit is dood. Tenminste, als je er niet snel bij bent. Nou, hoe gaat dat dan? Er is wel een verschil hoor in circulatiestilstand tussen mensen op het land en in het water. Op het land, in de supermarkt, valt plotseling iemand om. Ja, dat heeft meestal een myocardiaal probleem, een coronair probleem. En op het moment dat die VF optreedt, heeft het bloed nog zuurstof aan boord. En dus is zo iemand gebaat bij hartmassage om de coronair perfusie weer enigszins te herstellen. Zodat... de perfusie van het brein enigszins in stand te houden totdat er een defibrillator is. Bij verdrinking is dat heel anders. Daar is het probleem asfyxie, hypoxie, acidose, hypothermie en de dive response. Maar de zuurstof is op. En daar is het dus veel belangrijker dat er weer lucht, CQ zuurstof, in de longen komt. Dat is de enige manier waarop je een drenkeling kan helpen. Vandaar dat het ABC is in plaats van CAB. VF-VT is dus ook echt zeldzaam in circulatiestilstand bij drenkeling. Dat komt maar in 10% van de gevallen voor. Het is hypoxemie, bradycardie, pulseless electrical activity en asystole. En ja, daar einde oefening. Zo'n duiker die in de problemen is gekomen, die... We gaan eerst dit even behandelen, dan komt de polvraag. Die vindt u meestal aan op de bodem. Als er een bodem is, met de regulator uit zijn mond, en dan ligt zo'n duiker meestal zo. Ja, als je hem vindt, dan heeft het niet zoveel zin om die regulator terug te stoppen. Dat kost alleen maar tijd en dat lukt meestal niet. En ja, bovendien, hij ademt niet, het slachtoffer, dus dat heeft niet zoveel zin. Nee, u moet zo snel mogelijk naar de oppervlakte. En u doet dat met het trimvest van de drenkeling, niet dat van u. Want als u de drenkeling kwijtraakt, schiet u zelf als een Polaris-raket omhoog met alle problemen. Dit moet je oefenen, dit moet je leren en dat kunt u leren in de Rescue Course. Daar leer je omgaan met paniekerige duikers. Daar leer je omgaan met hoe krijg je iemand veilig omhoog. Hoe kan je mond-op-mond beademing geven aan de oppervlakte, hoe dien je zus ertoe enzovoort. En ja, ik vond dat de meest nuttige cursus die ik eigenlijk heb gedaan in mijn duikcarrière. En dit is dan ook gelijk de tweede polvraag, Asher. Heeft u wel eens een rescue course gevolgd? Nee. Ja. Ik ben het wel van plan. Ik weet niet wat choice 4 is. En als laatste, het heeft geen zin. Ze gaan toch allemaal dood. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Wat is choice 4, Asher? Die hoort er niet tussen.
Dat is een strikvraag om te checken of iedereen wel wakker is. En, ik ben wakker. Ik ben wakker. Er was in ieder geval eentje van die niet wakker is. Oké. Okay. We zitten op 95%. Oké, okay, laten we zien. Ik ben heel benieuwd. Even kijken. Okay. Nee. Ja. 27 mensen, hartstikke goed. Van plan, heel goed. Heeft geen zin, ze gaan toch allemaal dood. Ja, ik vrees dat dat vaak zo is, maar niet altijd. Oké, dank. Leuk, polvraag. Goed, ja, hoe zit dat aan de oppervlakte van het water? Kun je iemand reanimeren? Dat schijnt de kans op overleven drievoudig te vergroten. Maar ja, volgens mij is die kans heel erg klein. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. Wat je in feite doet, is je trekt iemand naar de kant. Je zwemt iemand naar de kant. En tegelijkertijd geef je mond-to-mond beademing. Hartmassage is onmogelijk in water. Hè? Dat is een waterbed, dat wil niet. Je begint met het openen van de luchtweg en 5 rescue breaths te geven. En dan heb je een logistiek probleem. Is de kant of de boot dichtbij, minder dan 5 minuten zwemmen verwijderd, dan ga je netjes door met 10 rescue breaths per minuut. En ondertussen zwemt u met uw benen en probeert uw slachtoffer aan de kant te krijgen. Is die kant heel erg ver weg, ja, dan geeft u in elk geval de drenkeling een kans. U geeft 1 minuut even goede mond-to-mond beademing. En daarna houdt het eigenlijk een beetje op. Dan zwem dan maar naar de kant met uw slachtoffer. Want als dat heel ver weg is, u houdt het namelijk niet vol. Om mond-to-mond beademing te geven en een heel eind te zwemmen. Dat gaat niet. Dat is een beetje casus hopeloos. Dus, basic life. Hey, ik zie weer een muisje. Basic life support in drowning. Ja, daar begin je mee als iemand dus niet ademt of gaspt. En het allereerste wat je doet is open the airway. Dus chin lift, jaw thrust, maak de lucht weer vrij en geef 5 rescue breaths. Het is dus ABC in plaats van CAB. En probeer zuurstof te geven indien dat mogelijk. Daar kom ik zo op terug. Die AED is niet zo belangrijk. Hè? VFVT is maar 10% van de drenkelingen aanwezig. Dus je moet het hebben van mond-to-mond beademing. Maar dat is niet makkelijk. Want er zit vocht in de luchtwegen, er zit vocht in de longen. En die longen zijn hartstikke stijf, die compliantie is heel laag. Dus dat zal heel veel moeite kosten om daar lucht in te krijgen. En er is nog iets anders. Tijdens het proces is er ook altijd water ingeslikt. En dat krijgt u terug als cadeautje, als dank voor het reanimeren. Dus het is allemaal niet zo prettig. Ja, hoe zit dat met aspireren? Je moet dus onder water ademen, wil er water in de longen komen. Ja, vroeger dachten we dat er dry drowning bestond. Hè? Dat is de patholoog kreeg dan een zogenaamde drenkeling op tafel en er zat geen water in de longen. En dan zei hij, dat is dry drowning, dat komt door het laryngospasme. Maar waarschijnlijk was die patiënt al dood voordat hij in het water werd geduwd. Het kan ook zijn dat iemand zo gelukkig was dat hij snel is gered voordat de laryngospasme ophield. Nee, u weet, de laryngospasme verdwijnt vanzelf door hypoxemie. En dan belandt hij natuurlijk niet op de tafel van de patholoog. Als de patholoog een echte drenkeling heeft, dan vindt hij veel water hoor. 22 milliliter per kilogram, dat is een hoop. En ook heel vaak is een gedeelte daarvan maaginhoud. Ja, dit kunt u doen, hè, mouth to mouth, maar dan geeft u 16%. En dan, dat is nou het leuke, want als je dus als dokter, als duikende dokter aan de waterkant iemand probeert te helpen, er is altijd wel een techduiker in de buurt, of een zuurstoftank, of 80% zuurstof, of 50% ook best, roep gelijk die tank, laat die tank naar je toe komen, en tussen de mond-to-mond beademing en dan lurk je zelf aan die 100% zuurstof. Dan ademt u, nou 100% zal het niet wezen, maar u ademt dan veel meer zuurstof uit dan die 16%. En dat is allemaal winst. Dus dat is een leuke extra bonus die wij hebben als duikende dokters. Als je de mazzel hebt dat je een zuurstoftankje in de buurt hebt. Dus zorg dat je die zelf inademt. Dat kan ook via een pocket mask. Je hebt pocket mask waar een kanaal, een nippeltje op zit en je zuurstof kan toedienen. Maar je kunt natuurlijk ook tussen het inblazen zelf 100% zuurstof inademen.
Beademing via een pocket mask, ja, dat kunnen leken leren. Dat zit ook in de Oxygen Provider Course. Maar het effect daarvan is niet zo heel groot, want de meeste leken vergeten dat ze de luchtweg moeten openhouden. Die vergeten jaw thrust te doen, of chin lift, of hun hoofd achterover. En dan wil het dan maar niet zo. Uiteindelijk kun je ook masker en ballon doen, maar daar moet je echt getraind voor zijn. Dat leken die daar wilden. Ik wil heel graag naar de derde polsvraag, Asher. Waar is uw pocket mask als u aan het duiken bent? Ik heb er geen. Thuis, in de auto, in mijn trimvest. Ik ben heel benieuwd. Er zou eigenlijk nog een dingetje bij moeten zijn. Ik ga er één kopen. Hiervoor ben ik vergeten. Hoe is het? 92%. 92%. Ze zijn nog wakker. Oké. Okay. Ik blijf nu een beetje haken, dus ik gooi hem erin. En boom. Ik heb er geen. Heel eerlijk. 90%. Thuis 12. Auto 26. Trimvest 11. Ja, dan hoort hij thuis natuurlijk, hè. Maar dan zou je zeggen, ja, maar er zit toch zo'n filtertje in en dat wordt al nat. Ja, dat filtertje heeft allemaal geen zin, dat donder je eruit. Het is gewoon een manier om een betere seal te krijgen bij mond-op-mondbeademing, zonder dat je gelijk plat op de bek moet. Dat geeft toch een beetje, ja, een psychologische bescherming. Hè? Dat maakt het toch even de drempel wat lager om dat te doen. Gewoon in je trimvest. Oké, dan hebben wij... Waarom wilde je niet verder? Ja. Ja, de professionals zullen we aankomen zetten om met een iGel of met intubatie. Tegenwoordig is voor de ambulance mannen en vrouwen, die stoppen er een iGel in bij een reanimatie. Omdat dat zo makkelijk is. Maar bij duiken kom je daar, bij verdrinking kom je daar niet zo mee uit. Want door de afgenomen compliantie van de longen heb je vrij hoge beademingsdrukken nodig. En dan gaat iGel lekken. Dus eigenlijk is het beter om dat soort patiënten te intuberen, maar het zal duidelijk zijn dat daar getrainde mensen voor nodig zijn. Een minuutje of vijf, Martijn. Sorry? Nog een minuutje of vijf. Oké, gaat lukken. Wat kun je doen na de verdrinking? Nou, dat hangt een beetje vanaf. Milde klachten of iemand die volledig in de ARDS staat. Adult Respiratory Distress Syndrome, helemaal witte longen. Ja, dat is zo'n patiënt is natuurlijk geïntubeerd en ligt op de intensive care. En tegenwoordig kunnen ze daar zelfs een mini hartlongmachine aan toevoegen. Profilactische steroïden, antibiotica zijn niet geïnduceerd. Ja, misschien laat de steroïde als iemand ARDS heeft, maar in het begin niet. Hoe zit het met de outcome? Dit is onderzoek van Joost Pierens. Ja, dat is een open deur. Snel basic life support helpt natuurlijk. Ja, het helpt als het water koud is. Maar als je naar de hele groep kijkt, dan zie je dat na 5 minuten onder water het risico het niet doodgaan, of het risico op dood en ernstig neurologische impairment, dat is tot 5 minuten maar 10%. Maar na die 5 minuten begint dat behoorlijk te stijgen. Dan heb ik het dus over dood en ernstige neurologische beschadiging. Dat is natuurlijk allebei wat je niet wil. In feite is dat diezelfde 5 minuten die wij op land hebben, hè, voordat de prognose echt afneemt. Wat moet je nou doen als een duiker, hoe zit dat? Een duiker die onder water het bewustzijn verliest, nou eigenlijk gaan ze allemaal dood. Ik ken één case report van iemand die op 9 meter, waar het misging, en dat was naast de duikboot. Men zag het gebeuren, het was helder water. Men sprong in het water en haalde iemand meteen naar boven toe. Maar eigenlijk betekent dat, en dan hebben we het over open circuit, eigenlijk altijd 100% mortaliteit. Ja, als je natuurlijk een full face mask hebt of je bent een beroepsduiker met een helm, is het een ander verhaal. Maar we hebben het hier over recreatieve duikers. Heel vaak is de body separation. En dan weet je niet eens hoe lang iemand al in de problemen is. Meestal wordt er begonnen met basic life support en een leek mag pas stoppen als er weer wordt begonnen met ademen. Of als het niet gewoon niet wil, je bent te ver weg van de kant, of als een professional het overneemt. Hoe zit dat met kou? Dat is een van de laatste dia's. Ja, dat helpt. Koud water, als je heel snel afkoelt. Als het brein snel afkoelt. 8 graden in 2 minuten. En vooral kinderen, door de oppervlakte-inhoudratio. Onder ijs schuiven, dat is ideaal.
En vooral niet vechten ertegen. En vooral direct heel veel koud water inademen en inslikken. Dan koel je snel af. Dat helpt. Maar als je naar die hele groep kijkt, het water is onder de 6 graden. Ja, dan heeft het nog zin om binnen 90 minuten te beginnen met reanimeren. Maar is de watertemperatuur boven de 6 graden, ja, dan is dat eigenlijk maar 30 minuten. En in Nederland is die watertemperatuur toch meestal wel boven de 6 graden. Dus ja, of dat nou allemaal zo werkt, het blijft dus gewoon een hele beroerde prognose. Aanbevolen literatuur. Dit is een heel leuk overzichtsartikel over uitputting en over spierkracht in water enzovoort. Dit is, het is al een jaar geleden, maar het is nog steeds een heel goed reviewartikel over drowning van Joost Bierens. En dit boekje is echt geweldig. Essentials of Sea Survival van Tipton en Golden. Dat zijn de wereldautoriteiten op het gebied van verdrinking, hypothermie, alles wat met water te maken heeft. En dit boek moet u, als u echt een watersporter bent en dokter bent, of verpleegkundige, whatever, moet u dat boek aanschaffen. Want daar staat echt alles in. En dat is absoluut een aanrader. Deze slides kunt u vinden op mijn website, maar de hele webinar is opgenomen en zal over een paar weken ook beschikbaar zijn op de site van de NVD. Dan kunt u alles nog eens rustig teruglezen. Dank voor uw aandacht. Oké, Martijn, bedankt voor je weer boeiende presentatie, zoals altijd. Krijgen het er koud van. Ik heb nog een aantal vragen, maar ik zie eerst nog twee vragen die ik eigenlijk aan je wil stellen. Eentje is van Tessa, die zegt: het gaat over de basic life support. Ja, de centrale temperatuur. Centrale temperatuur, ja. En Rick Rusken, die natuurlijk onze autoriteit op het gebied van freediven, die zegt: er is een eeuwige discussie over freediven, onder freediven over de laryngospasme. Kan de laryngospasme na een blackout dodelijk zijn en een resuscitatie in de weg staan? Nee, want die laryngospasme is self-terminating. Als je PO2 afneemt, dan houdt die ook op. En dan kun je vervolgens iemand gewoon beademen. En dan komt die er wel. Dus in principe niet. Nee, je moet gewoon doen wat je altijd doet. Dat doen we overigens bij kinderen die laryngospasme hebben op de OK ook. Die geef je 100% zuurstof en maskertje erop. En als het echt niet wil, kan je ze verslappen. Maar meestal is dat niet nodig. Okay. Ik heb nog een tweetal vragen aan jou, Martijn. Er is een Nederlands fenomeen, de Iceman Wim Hof. Ja. Je voelt hem al aan. Is dat een man die hele bijzondere fysiologische eigenschappen heeft, omdat hij allerlei temperaturen weerstaat waar een normaal mens misschien aan zou overlijden? Dat is onderzocht, hè. Hij is echt in Leiden of zo, is hij in een ijsbad gestopt met 20 kabeltjes aan hem, waar alles werd gemeten. En hij kan er gewoon heel erg goed tegen. Ik heb begrepen dat zijn fysiologie in principe niet afwijkend is. Maar daar zou je eigenlijk even moeten googlen. Er is een wetenschappelijk artikel over geschreven, volgens mij. Maar dat heb ik even niet paraat. Maar het is denk ik ook een hele goede man die zichzelf ook heel goed in de markt weet te zetten. Dat doet hij met succes. Oké, dat is wel een fenomeen, dat moet ik wel zeggen. Ja, dat is het zeker natuurlijk. En het tweede punt, ik heb het nog eventjes bekeken, maar degene die het langst onder water is geweest, in Noorwegen was dat volgens mij, was Anna Biggenhulm. Die onder het water, onder het ijs terecht kwam en een geclaimde tijd onder water van 80 minuten heeft doorgebracht. Ja. Met een bodytemperatuur van 13 graden, ja, uiteindelijk. Ja. Die toch, hersteld is, min of meer. Ja. Ik heb zelf op de IC in Amsterdam maar meegemaakt. Die was onder het ijs geschoven op een van de grachten. Hij was 3 kwartier en je is aan de hartloopmachine gegaan. Had aanvankelijk een nierinsufficiëntie. Maar dat trok wel weer bij en die is ook restloos genezen. Het kan, ja. Maar dan moet het echt koud zijn, hè. Dus ijs is ideaal, want het is onder de 5 graden. En ik wil even aansluiten bij een opmerking van collega Grandjean. Die zegt, ja, wat is hier de informatie die we praktisch mee kunnen nemen voor de duiker? Ah, ja, die is er niet. Overgewicht is een beschermende factor. Die is er natuurlijk niet, maar zo moet je het ook niet zien. Je bent duikerarts en je hebt er gewoon een beetje algemene ontwikkeling nodig. Wat nou als die
die duiken aan uw dingen, aan u vraagt. Ik ben dokter, hoe zit dat? Hè? Als ik afkoel of als ik dreig te verdrinken. Je moet gewoon een beetje bagage hebben, denk ik, als duikarts. Om ook een goed adviesgesprek te voeren. Daarnaast is het een onderdeel van de eisen van de ECB, de European College of Paramedicine. Die zeggen dat ook een medical examiner of divers enige kennis moet hebben van deze problematiek. En dat is ook de reden waarom deze lezing erin zit. Ik moet zeggen, op een persoonlijke noot kan ik je zeggen dat ik me net heb opgegeven bij een zwemvereniging die zich beperkt tot het zwemmen in koud water. ik verwacht dat ik daar een hele goede gooi maak om daar de kampioen van de club te worden. Ik denk dat jij daar heel goed tegen kan, Wim. Precies, ja. Dat wou ik zeggen. Goed, bedankt Martijn. Er zijn nog wat kleinigheden. Ze sluiten bijna af, we hebben nog 2 minuutjes. Ik heb nog een vraagje voor Sander, heb ik langs zien komen. En dat is de volgende van Sakle Hoitinga. Is barotitis externa een algemeen gebruikte term? Dat is een goede vraag. Dat weten jullie misschien beter. Maar ik denk dat al die terminologie wel een beetje... hetzelfde is, barotitis externa of een squeeze van je externe gehoorgang. Ik denk dat het vooral duidelijk is, of duidelijk zou moeten zijn dat je problemen kan krijgen ook al in die meatus externus. En hoe je dat precies noemt, ik denk dat daar ook weer verschillende meningen over kunnen zijn. Dit is wel de indeling volgens de RU, neem ik dan aan. is barotrauma of the external ear canal hetzelfde als barotitis externa? Ja, wat mij betreft wel. Ja. Nou, dat is een hele goede opmerking dan geweest van Sakle. En nog een. Misschien nog één opmerking maken. Even over de toets, voordat we dat vergeten. Hè? Ja, die opmerking die mag jij zo meteen maken, Martijn. Ja, oké. Okay. Ik heb nog één... je had nog een vraag, sorry. Vraag en een opmerking misschien aan Leo. Ik samen met collega Bux, en ik moet zeggen dat collega Bux daar inmiddels daar een deskundige in is, die heeft zich naar aanleiding van allerlei casuïstiek verdiept in de aansprakelijkheid voor van artsen die keuren. En precies wat je zegt, sportkeuringen, maar ook professionele keuringen. En ik heb dat zelf nog een keer nagevraagd bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Het zegt van ja, wat is nou de status van een beroepskeuring of een sportkeuring zoals die wordt uitgevoerd? Stel dat je die patiënt ziet op je spreekuur en zegt nou, dit is een advies voor een vlieger of een weet ik wat. En Academisch Ziekenhuis Utrecht had daar eigenlijk geen antwoord op. Dat was bij hun niet apart verzekerd. Dus ik neem aan dat als je dat meldt en zegt ja, ik doe dat, en ze zeggen oké, okay, dan is dat waarschijnlijk wel goed. Maar ik denk dat je het wel moet communiceren met de directie dat jij dat doet. Want als je dat niet doet, dan zeggen ze ja, maar daar zijn we niet voor verzekerd. En een ander punt is dat bijvoorbeeld de VVA, maar het zijn natuurlijk andere, die hebben ook zeg maar speciale aansprakelijkheidsverzekeringen voor sportkeuringen. Dus als jij een fout maakt in je diagnostiek van de sportkeuring of de duikkeuring, dan ben je er toch voor verzekerd tot een bepaald bedrag. Dus dit is, ik denk, een belangrijke opmerking die je zei van het is te verzekeren. En ik denk eigenlijk dat je dat zou moeten doen als ZZP'er / kleine zelfstandige die keuringen doet. Wat denk jij ervan, Leo? Je mag jezelf... Mute. Leo, mute. Unmute, nou moet ik er zijn. Heel goed. Ja. Dat is correct. Daarmee moet je nog 2 dingen apart hebben. Wat er in het ziekenhuis gebeurt, is over het algemeen is dat verzekerd onder de ziekenhuisdekking. Maar op het moment dat jij als naast het ziekenhuis, dus thuis of wat dan ook waar, een keuring gaat verrichten, dan val je niet onder die verzekering vaak. En dat is best een lastige. En er is nog een opmerking die ik erbij wil maken.
als ik een sportduiker keur die zelfstandig gaat duiken, gewoon voor zijn vereniging en onder de NOB, dan is de enige schade die hij kan leiden, is persoonlijke schade. Dat is meestal gedekt in de polis. Maar wat niet gedekt is in de polis, en dat is anders, op het moment dat ik iemand voor een aanstellingskeuring keur. En die keur ik, dat komt niet zo vaak meer voor, maar dat is alleen voor bijzondere beroepen dat die keuringen nog toegestaan zijn. Maar als ik die zeg en ik maak daar een fout, dan komt niet alleen de persoonlijke schade van de keurling komt langs, maar ook van de werkgever. En dat zit vaak niet in de polis. Dus die twee dingen moet je nog eventjes in de gaten houden met het bekijken dan. Het is denk ik ook een iets wat misschien bij een volgende webinar nog een keer uitgebreid over het voetlicht moeten brengen. Bedankt in ieder geval voor de opzet, Leo. Bedankt ook Sander voor je bijdrage. Ik wil aan Martijn na dankzegging het laatste woord geven. Dat kan hij de noodzakelijke opmerkingen nog even maken. Dank de huishoudelijke opmerking nog even. U krijgt zometeen toegestuurd het enquêteformulier. Dat moet u invullen. Dan krijgt u een code. En met die code kunt u morgen de toets maken. Die krijgt u morgen toegestuurd. Daar heeft u de toegangscode voor nodig. U kan die toets zoveel keer overmaken als u wilt. En u heeft daar een maand voor, tot 16 oktober. En waarom is dat? Nou, stel je voor je wil 100% scoren. Het zijn 12 vragen met 4 items. Dat is 4 tot de macht 12. Dus u kunt het 4 tot de macht 12 keer proberen. En dan heeft u, als u er niks van af weet, alle antwoorden goed. En daar heeft u tijd voor nodig, vandaar tot 16 oktober. Ik dank u allen voor de aandacht. En ik hoop u allen weer te zien bij de derde webinar in november. Een prettige avond verder en tot ziens.